welkom bij een nieuwe stream. En dankjewel voor het volgen, Dominique19783. Welkom. We gaan zometeen lekker live met Animal Crossing. En welkom ook Solopo, Annette, Willy Lazy Lady. Ja, er is een update sinds de laatste keer dat ik gestreamd heb met Animal Crossing. Sowieso hebben we een carnavals-update. Maar ook een update hieronder. Ik heb een nieuwe samenstelling aan villagers. Lolly is weg. Daar is Maple voor in de plaats gekomen. En Soleil is weg. En daar is Cherry voor in de... Of Cherry? Cherry? Zeg, spreek het uit als Cherry? Daar is Cherry dus voor in de plaats gekomen. En ik heb vandaag mijn spel nog helemaal niet opgestart. Dus we gaan gewoon lekker Animal Crossing spelen. Echt vanaf het begin. Dus we gaan Isabella nog zien. Nou ja, niet vanaf het begin, maar... Begin van deze dag. Kan ik ook een beetje laten zien hoe mijn eiland er nu uitziet. Want ik besef me dat ik speel dit nu bijna 2 maanden. En dat ik echt best wel ver ben voor iemand die 2 maanden speelt. Het is... Oh, ja. Wat een lockdown kan doen, hè. Ik merk dat het lang duurt. Altijd. Mijke zegt, ik loop echt zo vast met mijn eiland. Dus even inspiratie opdoen. Oh, dan heb ik straks wel een Instagram account voor je. Heb je Instagram, Mijke? Want ik heb heel veel inspiratie uit een Instagram account. Heel veel dingetjes wat gewoon nagebouwd is. Of waar ik mijn eigen twist aan heb gegeven, zeg maar. Maar ik zeg, ja zeker, top dank. Zal ik het gewoon nu even delen? Want dan heeft iedereen er wat aan. Kijk, Instagram. Mijn eiland moet toch nog even laden. Even kijken, daar is Isabella. Oh, hebben ze de naam veranderd of niet? Nee, niet. Sorry. Zo, heel even terug hierheen. Dit is een Instagram account die dus allerlei inspiratieplaatjes post van allerlei mensen die, die Instagram spelen. Die Animal Crossing spelen. En als je er doorheen gaat, dan zul je misschien wel hier en daar wat dingetjes herkennen. Want mijn ingang heb ik er vandaan. Wat ik met mijn vuurtoren wil, heb ik er vandaan. De stad die ik heb gebouwd, heb ik er vandaan. Girl power, maar je hebt ook niet echt veel anders te doen. Ja, ik werk ook niet. Ben je zo, zeg maar, ik werk in de naschoolsopvang met een 0-urencontract. En zij doen op dit moment alleen noodopvang. Dus alleen mensen met urencontract werken nu. Even kijken, 1 februari. Hier op Ruby. Nou, geen nieuws. Helaas is geen kampeerder. Nee, ik heb gisteren niet de quiz op tv gezien. Echt, al die keren dat ze het al over die quiz op tv had en die sok achter de wasmachine, ik ben er klaar mee. Als ik dat zou doen, als ik omroepster zou zijn en ik zou dat de hele tijd vermelden, dan zou je toch ontslagen worden? Oké, ik ben blij. Ik hoef niet te zoeken naar mijn geldboom. Mijn telefoon gaat. CTS klingelt op mijn rekening. Dat is mooi. En ik heb post. Oh, het ziet er nu wel gaaf uit. We zien alleen mijn huisje van buiten. Of kijk je op het Instagram account, Mijke? Oké, van deze mee. Weer die scheid bamboescheuten die ik niet nodig heb. Heeft iemand bamboescheuten nodig? Dan hebben we rente. 8 klingels dit keer. Nou. Vorige keer kreeg ik maar 1 klingel. Ik wist niet eens dat je rente kreeg. Nu weet ik dat je dus per maand rente krijgt. Maar ja, dan gaan ze de nieuwe maand gaat in op maandag. Ik heb natuurlijk gisteren al mijn geld opgemaakt aan knollen. Even kijken. Dit is Boon weer. Ik negeer jou. Ik negeer Boon dus, hè. Sindsdien krijg ik nu bijna elke dag post van hem. Oeh, ik heb post van mama. Ik blaas in mijn ijskoude gevoelloze handen om ze op te warmen. Alhoewel, ik weet dat het niets helpt. Aan de andere kant voel ik ook niets als ik met een borduurnaad in mijn vinger prik. Oké. Okay. Wat heeft mama ons gestuurd? Mama's naaiwerkje. Oh. Ik wilde hem zien. Oh, ik kan hem alleen laten vallen. Het zal iets voor aan de muur zijn. Maar ik ben hier blij mee. Ik hoef niet te zoeken. Dat is een van mijn dagelijkse dingen. Om dit te zoeken. Hoeveel heb ik op mijn geld? Op mijn zak? Niet heel veel. Oké. Kijk. Ka-ching, ka-ching. Gaan we die even uitgraven. En dan gaan we even wat meer van maken.
Zo, 10.000. Ik wil 10.000. Die gaan we weer opgraven. Die komt hier. Zo, dit is mijn routine elke dag. Zo. Dat is een van de drie dingen die ik elke dag doe. Geldsteen zoeken, geldboom zoeken, flessenpost zoeken. En dan heb ik twee kersenbomen. Deze hier, dit is een kersenboom. Ja, ga er maar weer langs. En dit is een kersenboom. Maar dit zijn geldbomen. Nou, dit is dan een geldboom. Hoi Annette. En dit is een geldboom. En elke dag hak ik degene om die vol is. En dan plaats ik de nieuwe daar. Dus hoef ik niet meer over mijn eiland te zoeken. Wat was mijn geldboom ook alweer? Staan ze allemaal lekker dicht bij mijn huisje. Oké. Ja, een update van mijn eiland. Als we hier naar achter gaan. Dan hebben we hier op dit moment Maple wonen. Die krijgt nog een ander plekje. Maar zo te zien is ze niet thuis. Dan hebben we hier Papi wonen. Oeh, hallo Maple. Ze noemt me tegenwoordig Paarsje, want ze wilde me... Er was één villager, volgens mij was dat Maple. Die wilde me K-Diva noemen. Dan dacht ik echt... Nee. Nee. Maar ze wil me een emotie leren. Maar toen mocht ik een nieuwe suggestie geven. Dacht ik, nou noem me maar Paarsje. Ik krijg groet. Kijk. Gooi allemaal de kippelgroetjes in de chat, jongens. Oh. Die willen we nog een keer zien. Maar niet achter een boom. Even kijken. Waar staat groet? Daar. Ah, oh, ja. Kijk, ik zie kippelgroetjes in de chat. Vet leuk dat hij hier ook groet heet. Dus ze zijn alle drie niet thuis hier. Nou, maar hier woont dus Tex. Dat was mijn kampeerder die ik verplicht moest nemen. Helaas. Ja, Maple is echt schattig. Ik ben daar blij mee. Hoi Jesse, welkom. Ja, met mij gaat het beter. Ik had gisteren een last van mijn arm, maar dat is vandaag gelukkig voorbij. Dus ik kan maar lekker streamen. En hoi aan iedereen die nu net binnenkomt. Even kijken. Zo. Annette zegt, ik vergeet steeds dat je dat ook hebt. Moet ik toch vaak gaan gebruiken als ik de stream binnenkom. Oh, de groet. Ja. Mijn groet emote. Oh, ik vind die emote zo leuk. Zo. Dan gaan we even naar onze andere steen. En dan kunnen jullie meteen zien wat er veranderd is. Want ik heb dus... Hier was dus ooit een houten brug. Die is nu weg. Er komt een stenen brug aan de andere kant namelijk. Want kijk, ik heb hier dus mijn vuurtoren. En ik wil eigenlijk, dus bij deze een oproepje aan mensen in mijn chat en in mijn Discord. Ik wil hier de blauw-witte vuurtoren. Welkom Mauderanda. Maudarenda. Maudarenda. Dankjewel voor het volgen. Maar ik wil hier dus eigenlijk de vuurtoren met blauw-wit gestreept. Dus als iemand die heeft, laat het me weten. En dan kunnen we kijken hoe we het gaan regelen. Of jij mijn gele vuurtoren wil hebben. Of dat je klingels wil hebben. Of dat je noekmaals wil hebben. Maar ja, ik wil eigenlijk. Ik vind geel is niet mijn kleur. Maar ik heb hier dus zo'n klein tussenpaadje. Mijke heeft de witte, ja. En dan heb ik hier alvast een paadje gemaakt. En hier komt een brug. Dus die gaan we zo meteen aanvragen. Want mijn brug moest ik eerst verwijderen. Die andere voor ik een nieuwe wilde plaatsen. En dan is hier nog een steen. Zie ik nou iets? Oh, ik heb hier ook een fossiel. Meteen. Ik moet zo ook even langs het strand van mijn flespost. Oké. Okay. Zo. En dan gaan we een beetje zo schuin staan. Nee, dit is ook niet mijn geldsteen. Kijk. Hoppatee. Hoppak. Twee stenen gehad, nog vier te gaan. maar even kijken. Schelp. Voorheen verkocht ik altijd mijn schelpen. Dus trouwens ook een tip voor mensen die snel aan klingels willen komen. Want voorheen verkocht ik altijd gewoon een schelp. Ik had er wel een paar in mijn opslag, maar alles meer dan 10 verkocht ik gewoon. En ik ben er dus achter gekomen dat als je materialen
gebruikt om iets mee te maken, dat je er veel meer voor krijgt qua klingels kijk, flessenpost. Dan als je gewoon je materialen verkoopt. Dus als je 10 schelpen verkoopt, dan krijg je er minder voor dan als je die 10 schelpen gebruikt om een DIY te maken en dan die DIY verkoopt. Zo ben ik er dus achter gekomen dat die hele mooie schelpenpoort echt iets van 12.000 klingels waard is. Een blank houten mozaïekwand. Heb ik die al? Die heb ik al. Iets voor het kraampje. Die nog even daarbij. Welke villager vind je het leukste die je tot nu toe hebt gehad? Ik denk of Maple of Cherry. Maar ik moet zeggen, ik vind Julia ook heel leuk. Dat zijn toch wel mijn 3 favorieten. Degene die ik ook niet weg wil hebben. Voor een cadeautje. Ik zie een cadeautje volgens mij. Ja. Klik, klik. Klik, kom op. Klik, klik, klik. Ja, dank u. Ik schiet op. Oké. Waar is die daar? Een blauwe. Even een stapje naar voren. Of ik per ongeluk aan een boom gaan schudden. Dat heb ik ook wel eens gehad. Zo. Nee. Godsamme. Daar ging een katapult. Nou, dan moeten ze toch nog naar de winkel. Dus kunnen we nieuwe kopen. Wat hebben we gekregen? IJzerklompjes. Die kunnen mooi daarbij. En wat zit hier trouwens in? Oh ja, die bamboeschuiten. Heel irritant dat het soms zo lang duurt voordat ze op een ladder klimmen. Nou, vooral omdat ik dan naar mijn idee gewoon goed sta. En dat spel accepteert het niet. Dat ik klik, klik, klik. Ja. Zo. Oké. Nou ja, er komt dus... Hier was dus ooit een houten brug. Nou wil ik dus nu hier een brug. Wee. En ja, jullie zullen misschien wel denken, waar is je winkel? Die stond dus eerst hier. Die gaat iets meer naar links. Die staat nu even gereserveerd op het strand. Want ik ben dus... Die komt dus hier ergens. Er moet nog een stuk van het water moet nog worden weggegraven. Want ik wil dus eerst een brug. Ja. Ik wil hier een brug. En dan wil ik zo van die hekjes. En dan wil ik daarachter de winkel hebben, zeg maar. Dus daar ben ik nu mee bezig. Ja, en voorheen stonden hier de huisjes van Boen en Hazel. Nou, die heb ik inmiddels al verplaatst. Want ik ben dus echt bezig om dit stuk te gaan bouwen. Interessant op het strand? Nee. Oké. Okay. Nou, mijn entree is al een klein beetje aangepast. Oeh, ik heb peren. Kom maar met die peren. Zo. En die hoort daar niet. Dit vind ik dus irritant, hè. Lil Derpy Nina. Dankjewel voor het volgen. Dit verpest mijn plan. Ik ga naar van die bloemen groeien. Op plekken waar ik dus niet wil dat er bloemen groeien. Maar ja, ik heb dit stukje bijgebouwd. Een tweede verdieping met weer een watervalletje erbij. En ja, hierachter is nog steeds hetzelfde. Succes, Meike. Nou, dan... nog een fossiel. Zo. Woehoe. Daar loopt Bianca. Nou, hier is nog vrij weinig veranderd. Nou heb ik dus hier... Kijk, dit ding is dus 12.000 klingels waard. Schelp. En nog een schelp. Ja, leuk hè? Ik zag het dus op een van die Instagram plaatjes. Dat iemand zo'n pad had gemaakt. Want normaal gesproken, dat kan ik ook aan de andere kant even laten zien. Waar ik dus net was met die brug. Zeg maar, hier zie je dat ik ook rondjes heb gemaakt van zand. Maar omdat dit dus dezelfde ondergrond is, moet je minstens 1 tegel ertussen laten. Anders verbindt hij ze aan elkaar. Maar als je dus van die ronde vlakken dichter bij elkaar wil hebben, en je pakt 2 verschillende ondergronden, dan... Kijk hier, dat kan je bijvoorbeeld zien, die linkt hij niet aan elkaar. Die plakt hij niet tegen elkaar aan. Dus door 2 verschillende stenen te gebruiken, kan je ze heel dicht tegen elkaar aanleggen. Dan kan je echt zo'n leuk paadje maken, zo. En nu kan je nog heel makkelijk hier lopen, maar hier wordt dus ook nog in de toekomst dingen gebouwd.
Nou ja, dan wonen hier tijdelijk Das Hazel en Boen is thuis. Maar Boen negeer ik. Dus misschien is hij de dier waar je aan doet en heb ik gewoon pech. Dan heb ik hier nog een steen. Steen nummer 3. Even kijken. Ook geen geldsteen. We moeten zo naar boven. De geldsteen is boven. Maaike gaat ze ook proberen. En Bianca start ook een opkrossing op. Zo. Nou ja, dit is nog steeds hetzelfde. Oeh. Jij bent groot. Kom maar hier. Dankjewel. Nou, dit is eigenlijk nog steeds hetzelfde. Hier is niks aan veranderd. Hier, dit is ook nog steeds hetzelfde. Er is ook niks aan veranderd. Ik moet wel altijd de bloemen checken, want hier groeien ook al. Kijk, zie je, dat bedoel ik. Hier groeien dus ook bloemen, wat niet de bedoeling is. Want dit gedeelte is al klaar. Ik heb zelf, zeg maar, al die bloemen overal geplaatst. En daar moet geen bloem meer. Er komt ook wel soms hier op een pad een bloem. Of gewoon hier op een pad een bloem. Omdat, ja, dat patroonvloer herkent hij natuurlijk niet. Hij herkent alleen het zandpad. That's right, oh. That's right. 10 keer! Een hele goede middag. Wat gaan die maanden snel, jong, haha. Ja, 10 keer. Nou, Bianca, je mag een vlaggetje kiezen. En welkom, Binky. Welke kleur wil je? Oh ja, zie je? Jouw oude moet eruit. Ik vermoed dus ook een geel. Ja, jouw vlaggetje van de vorige keer met een 9. Die gaat straks in het kattenbakkie. Oeh, dit is de laatste geel. Dus ik moet de rest weer even binnenkort aanvullen. Ik had het al kunnen weten, hè, dat jij een geel vlaggetje wil. Bianca 80 met een 10. Je zit gewoon in de dubbele cijfers. Nou, ik steek je gewoon weer op hetzelfde plekje. Vind ik wel geinig. Daar zit je. Ik zie Sims Netwerk. Zit er nog met de oude naam in. Ik zie Brenda, ik zie Mike, ik zie Isatje. Ja, het is geen verrassing meer. Jij staat bekend om het geel, u staat bekend om het roze. Welkom, Danielle. Welkom. Maar dankjewel voor je sub. En je kreeg geen melding. Nou ja, gelukkig zag je het nu. Ik ben benieuwd hoe het op mijn eiland gaat. Nou, we zijn nu nog een beetje aan het toeren en zo. Ja, 10. Ik vind het ook een gek idee, want het is nu 1 februari. 21 maart vorig jaar ben ik dus begonnen met streamen. Dat viel op een zaterdag. En dit jaar valt 21 maart op een zondag. Dus dan wil ik het ook echt gaan vieren. Mijn 1 jaar jubileum. Maar dat is gewoon al binnen 2 maanden. Dat vind ik zo'n gek idee. En jullie hebben ook nog eens een 1000 volgersfeestje van me te goed. Maar ik moet even met mijn schoonbroer even mijn computer nakijken. Want ik heb wat probleempjes. En ik wil eigenlijk kijken of hij dat aankomende week met mij kan doen of later, voordat ik mijn feeststream voor mijn 1000 volgers ga inplannen. Kijk, daar komen alle villetjes nog even. Hazel, Boon, Bianca, Papi, Tex, Julia, Pecan, Whitney, Maple en Cherry, ik weet niet hoe je het uitspreekt. En je ziet ze ook hieronder. En dan gaan we meteen weer naar het spel, want ik zie dat zowel Julia's thuis. Die woont hier. Even kijken of zij misschien bezig is. Bianca, Maple en Cherry, zo cute, ja. Hallo, ik kom hier met jou te praten. Pulsje, wat enig om je te zien. Oh, kijk, Rosie van SNW als laatste op bezoek gekomen. Oh, we hebben een leuk weetje over Rosie Wozie. Wat zou ze gewenst hebben? Ik vond het grappig. Ik had haar dus een tijdje geleden een jurkje gegeven. Oh, ze is denk ik wel bezig geweest met DIY, want het is hier opeens leeg. En soms had ze hem aan en soms hing hij hier aan de muur. En nu heeft ze dus van Whitney deze trui gekregen en nu staat die trui hier. Dat vind ik wel grappig. Ik heb sinds een paar dagen Dobby en gek genoeg vind ik hem en Klaus de leukste villertjes, terwijl ze helemaal niet schattig zijn. Ja, nou ja, ik merk dat ik ook een andere mening heb als het gaat om villagers dan wat meestal de trend is. Want iedereen is heel erg van June en Judy en Apple. Nou, het schijnt dat Apple echt een van de favorieten is. Die trekt mij niet zo. Judy, haar huisje vind ik niet leuk. En bij June zou ik op zich wel willen hebben, behalve haar huisje dan. Want ik wil dus echt, zoals je hier ziet, een huisje met of een bed of een bank. Echt zo'n inrichting. Ik wil geen huisje wat een kantoor is, of wat een strand is, of wat een tuin is, of wat een bos is. Of zo'n Stax heeft een binnenkant van een iglo. Dat trekt mij niet. Oh, ze wil iets vragen. Wat is mijn droombaan? Oké, actrice, wetenschapper, dokter, iets anders. Ik weet het niet zo. Nou, ik werk in de kinderopvang en ik studeer als schrijftolk. En zelfs bij die heb ik nou niet iets. Ja, misschien komt het ook.
Kijk, met kinderopvang, ik zit nu al 2 weken thuis. Twee maanden thuis. En met schrijftolk heb ik op dit moment een soort van haat-liefde relatie met het toetsenbord wat ik heb. Het staat toevallig hier, dus dat is wel geinig om misschien te laten zien. Als ik dus studeer voor schrijftolk, dan typ ik dus op dit toetsenbord. Het heet een Velotype. En dan heb je dus aan deze... Of kijk hoor, wat is links? Ja, deze kant knoppen. En aan deze kant knoppen. En dit is dus even links. Hè? Dus hier begin je dan. Voor jullie is nu natuurlijk spiegelbeeld. Maar dan moet je dus... op een normaal QWERTY toetsenbord moet je elke letter afzonderlijk intypen. Dus als ik mijn naam Kim zou willen intypen, druk ik eerst de K in, dan de Y in en dan de M in. Als ik het op dit toetsenbord wil intypen, moet je dus meerdere knoppen tegelijk indrukken om een lettergreep te vormen. Dus zou ik hier de K moeten hebben... Hier de Y moeten hebben. En dan aan deze kant de N en de R. Want die vormen samen de M. En dan loslaten en dan staat er dus Kim. Maar ik heb dus een beetje een haat-liefde verhouding met het toetsenbord. Want op sommige dagen gaat het gewoon lekker. En op sommige dagen ben ik ontzettend aan het struggelen. En alle typfouten en weet ik veel wat. Dus ja, of dit mijn droombaan is, weet ik op dit moment ook nog niet. Even kijken, Bianca zegt, oh, er zijn Klaus en Dobby dus niet echt villagers voor jou. Want die hebben hele vreemde interieurs. Ja, ja, ik zoek dus echt villagers met een leuk huisje. Dus of een bed erin. Of een banker in. Of allebei. Maar ik heb ook wel eens een villertje waarvan ik dacht... Ah, die is leuk. Maar die heeft dan een badkamer. Dat ik denk, nee. Villertje die ik leuk vond, maar die had dan een kantoor. Of dan hebben ze een bibliotheek. En dan denk ik, nee. Ik wil een leuk huisje. Ik zeg wel, ik weet het niet zo. Maak je geen zorgen. Het is volstrekt normaal om geen droombaan te hebben. En al 9865. Dankjewel voor het volgen. Succes met je wiskunde. Lekker binnenkomer. Niet hooi, maar gewoon ik moet wiskunde doen. Succes! Even kijken. Wat zeggen we nog meer? Volg je hart en laat je niet opjagen. Dat is op zich wel een goede tip. Iets kiezen wat je gelukkig maakt. Nou, het is piek en lief. Ik wil er wel uit weer. Even kijken. Nou ja, dit is dus een beetje het pleintje waar Julia en Pieken dus wonen. Dus we hebben hier zo'n put. We hebben hier een plekje waar ze kunnen zitten. Een vogelhuisje. Er staat hier een grasmaaier, maar er ligt op dit moment alleen sneeuw. Ik heb hier 2 flamingo's. We kunnen hier lekker zitten en over het water kijken. Kijk, hier is dus ook weer een bloem gegroeid, wat niet de bedoeling is. Ik heb alle bloemen, zeg maar, heel leuk geplaatst. Oh, daarachter de boom trouwens ook. Want ik heb geen dubbele bloemen naast elkaar. Dus dit klopt ook niet meer. Klopt het nu wel? Ja. Nou, dan heb ik hier een werkbank. Ik heb op meerdere plekken op het eiland werkbanken neergezet. Dat ik niet elke keer helemaal terug naar mijn huisje hoef te lopen. Maar dat is hun plekje. Dan gaan we hier de brug over. Zag ik daar wat op de hoek? Nee. Oké. Okay. Dan gaan we hier de brug over. Dan komen we in de stad. Dit is ook echt, zeg maar, als we hier zijn... mocht een mens ooit op mijn eiland zijn en ik zeg, oh, die is daar. Dan, ik noem dit, zeg maar, mijn fonteinplein. Oh, ik zag net Bianca waarschijnlijk. Hier, Bianca. Er is een Bianca. En dit noem ik de stad. En dan kan je hier dus aan de gracht zitten of vissen. En ja, hier hebben we de kledingwinkel. Dus we kunnen meteen even gaan kijken. En we hebben hier trouwens kraampjes met DIY's en kleding. En aan de andere kant hebben we dus de markt. Hier komt uiteindelijk een hele markt. Dus hebben we hier ook kraampjes met DIY's en spulletjes. En dit is een arcade machine, maar ik vond hem ook wel lijken op een pinautomaat. Dus hij staat daar als pinautomaat. Oh. Maar we gaan wel even shoppen. In de stad moet je natuurlijk shoppen. Bianca zegt, wow, wat een verschil met de laatste keer dat ik het zag. Het is heel tof geworden, dankjewel. Oeh, ik zie al een hele leuke jurk achterin. Maar we gaan eerst even naar Sable. Want ik moet elke dag even wat tegen haar zeggen. Ja, ik krijg weer een patroon vandaag. Dankjewel. Oké, nou gaan we naar het pashokje. Terwijl Mabel achter me aan rent stalken. Ja, ik wil erin. Oké, we hebben truien. We hebben een dromerige trui. Patchwork jas. Universiteitsvesten. Smoking jasje. Die is op zich wel geinig. Een corduroy broek. Een kanten bloemenrok. Zo'n eentje heb ik laatst al besteld. Een tweed broek. Wat is dit? Een boemanpak. Oh, en hier hebben we dus de carnavalsjurk. Oh, vet leuk. Ik weet alleen niet of ik... Ik ben niet iemand van... Ik koop alle kleuren.
En dan denk je, ja, hier zit natuurlijk paars in. Hè, dus we gaan daarvoor. Nou, deze heb ik. Deze jurk met marmerprint, die heb ik in het paars. Dan hebben we een jekker met rok. Ik heb op zich ook wel geinig. Wat is dit? Een spierballenpak, gadver. Dan hebben we een jockeyhelm, een duiveltjesmuts. Deze zijde hoedjes heb ik laatst ook wel eentje van gekocht. Een okame masker en een gehoornde boeman masker. We hebben allerlei brillen, de bloemenpanties en de sokken en zo. En de schoenen. Oh, ik ga in ieder geval roze schoentjes. Oh, dat ziet er heel lelijk uit zo met mijn sokken en die boeman pak. En dan gaan we voor die. Kijk, die sokken. Oh, dat hoedje moet even af, want die heb ik al. Zo, dit wil ik in ieder geval afrekenen. Wil ik dit afrekenen? Ja, graag. Ik wil het niet aan. Bij dat hoedje moet je gelijk een verkleedpartijtje denken, ja. Oké, nou, we hebben in ieder geval die leuke jurk. Ja, ik wil hem nog een keer gebruiken. Want ik vind zo'n jasje ook wel leuk. Zal ik een keer voor grijs gaan? Of misschien... Ja, we gaan een keertje voor grijs. Zie ik voor de rest nog iets waarvan ik denk, oh, dat wil ik echt heel graag hebben. Nee, voor de rest is het wel goed zo. Wil ik dit afrekenen? Ja, wil ik het aan? Nee. Oh, god. Net. Voor de mensen die de stream later op YouTube terugkijken. Net zegt zojuist in chat, over verkleedpartijtje gesproken. Kan ik je tickets nog snel afpakken? Melding komt niet in, wat jammer nou! De alerts staan wel aan. Is er een storing in het systeem? Ik heb de pagina gewoon openstaan. Ja, hij komt bij mij niet binnen. Hé, wat vervelend. Hé, wat vervelend. Oké. Oh, wacht, nog eentje. Goeie. Mike begint over koffie, maar ik moet wel even blijven drinken natuurlijk. Lurkse Bianca. Even kijken, heb ik alles? Ja, ik heb alles. Welke DIY hadden we? Een lage tuinmos. Oh ja, ik had er nog één op zak die ik kon neerleggen. We hopen je snel weer te zien, dat is lief. Oké, het kraampje daar is vol. Ik weet dat bij museums zijn de kraampjes vol. Ik heb nog maar één plekje. Nou, weet je wat? Omdat de meldingen dit niet doen. Laat ik vallen. Zo. Ga ik even op zoek naar... Hier is Irlo Cherry. Echt leuk. Ga ik nog even op zoek naar mijn geldsteen. Want dat kan ik niet doen als er mensen op eiland zijn. Maar ik ga zo meteen mijn eiland gratis openzetten. Dus als mensen langs willen komen... Ik heb een pereneiland. Loop alvast naar je vliegveld. Ik gooi zo mijn eiland open. Ook niet een geldsteen. Zo. Dus ik heb natuurlijk een beloning. Dat je met je tickets kan je een vlieg... Welkom... Tan Nagelkerken, 1, 2, 3. Dankjewel voor het volgen, welkom. Maar ik heb natuurlijk een beloning met de tickets. Dat je een vliegticket naar Rupi kan kopen. Dat je dus privé een dodo-code krijgt. Dat je mag komen. Maar aangezien dat dus nu niet werkt, de beloningen. Mogen mensen vandaag gratis komen? Oeh, Marlene heeft een blauw-witte vuurtoren. Wat wil je ervoor? Wat wil je? Niks? Tuurlijk wel. Zal ik jou anders mijn gele vuurtoren geven? Dan kan je die verkopen in je winkel voor klingels. Ik moet gewoon ruilen. Ik heb zat, joh. Ik ga al veel te hard. Nou, we hebben alle stenen gehad op één na. Dus dit is mijn geldsteen hierboven. Ik heb begane grond, verdieping 1 en verdieping 2. Ik ben nu op verdieping 2. Iedereen heeft 3 verdiepingen, maar ik noem het altijd 2 verdiepingen en begaande grond.
Zo. Oh, blijf klikken. Blijven klikken, anders mis ik het. Ja, zie je? Ik had niet mijn oortje goed moeten doen. Ik had gewoon eerst het geld moeten scheppen en daarna pas mijn oortje goed doen. Nou mis ik twee zakjes. Nee, jammer dan. Zo, weer een fossiel. Oké. Zo. Dan lopen we even. Ik ga straks verder met mijn tour. Maar ik zal even het eiland voor jullie openzetten. En dan meteen mijn GPU-toren alvast weghalen. Kijk maar omhoog. Omhoog. Zo. Oké. Nou, daar komt dan een blauw-witte vuurtoren. Hoeveel klingels ik op dit moment heb? Niet zoveel, omdat ik heb gisteren knollen gekocht. Oh wacht, die bug is er niet meer. Ik moet hier zijn nu. Oké. Okay. Oh ja, laat ik die ook nog. Ik weet niet, je kan zeker geen brug plaatsen als er mensen op je eiland zijn. Dus misschien moet ik het nu ook even doen. Daar zijn de vierkantjes. Bij mij kan je de vriendcode... Ik heb geen command voor de vriendcode, maar je kan met je tickets sparen. En dan kan je jouw vriendcode naar mij opsturen. Het is een van mijn ticketsbeloningen. Even kijken, daar heb ik wel een command voor als het goed is. Zo, ja. Wat wilde ik doen? Oh ja, een brug. Joehoe, ga zitten. Ja. Dan gaan we hier naar mijn eiland opengooien. Hoe kan ik je van dienst zijn over de eilandinrichting? Brug en hellingen. Ik wil een brug bouwen. Ik wil dit keer, want ik had eerst die, maar die heb ik sowieso al ergens. Nou, die wil ik niet meer. Die heb ik op één plek, vind ik wel goed. Die heb ik nu op één plek. Die heb ik op twee plekken. Nou, die wil ik niet gebruiken. Die heb ik één keer. En die wil ik niet gebruiken. Dus deze heb ik nog niet. Dus ik ga voor deze. Annette zegt, ik kan nu ook eindelijk gaan terraformen. Maar ik wil dus ook mijn vuurtoren op verhoging plaatsen. Maar dat lukt dus niet op de plek waar ik hem wilde. Dat probleem had ik dus ook. Want ik wil hem eigenlijk links voor hebben. Maar er zat te veel strand omheen. En dat wilde ik dus niet. Ja, deze uitleg hoef ik allemaal niet. Dankjewel. En weer weg. Ja, wat ik dus wilde is dat je zeg maar er nog zo langs kon lopen en dat er heel weinig ruimte is. En hier is het strand een stukje smaller. Maar ik wilde dus eigenlijk mijn vuurtoren hier plaatsen. Maar hier is het strand een heel stuk breder. En dan had je ervoor eigenlijk voor de rest niks meer om te doen. Dus ik vond dit eigenlijk wel heel leuk om zo'n paadje ertussen te hebben. En dan kom je dus hier met de brug. Dus we gaan even hier staan. Oh, mijn zakken zitten ook echt meteen bomvol. Hier plaatsen. Ah, oh, het is te groot. Oh, Flik is op mijn eiland. Oh. Oké, dit doe ik wel later. Want dan moet ik gaan terraformen, dus dan kunnen jullie niet komen. Dus dit doe ik wel later. Dan ga ik dit stukje in... Wacht, ik kan hier ook wel even... iets proberen. Ik gooi ook als je in mijn... Oh ja, mijn zakken zitten vol. Nee, ik wil het niet ruilen. Ga maar op de grond zitten. Maar ik doe het wel een andere keer. Maar als je in mijn Discord zit, ik gooi om de zoveel tijd ook mijn eiland gewoon open in Discord. En ik gooi sowieso nu mijn eiland open voor mensen die willen komen. Ik heb een pereneiland, dus als je je fruit wil verkopen, ik heb zelf peren, dus neem die dan niet mee. Ga lekker naar mijn kledingwinkel, ga lekker naar mijn gewone winkel, daar gaan we zo ook nog heen. Ga lekker naar de kraampjes, die vind je links en rechts van de kledingwinkel, vind je kraampjes, mag je spullen meenemen. En bij het museum vind je ook links en rechts kraampjes, mag je ook meenemen. Joehoe, hallo, dodo, wakker worden, dank u.
Ik wil bezoeken. Een ver eiland. Zo. Wie mogen er binnenkomen? Bezoekers met een dode broeder. Wie dan ook. Oh ja, meestal ben je te laat. Ja, ja, meestal als ik het op Discord opengooi. Ja, het is vaak of aan het einde van de middag of in de avond. En is ook een uurtje of zo. Iedereen is prima. Nou jongens, daar komt-ie. Ik ga het zelf even opschrijven. G Q W R. Oké. Okay. 9 G Q W R. Dat is de code. GQBR staat nu ook in de chat. En dan ga ik weer lekker mijn ding doen. Want we hebben nog niet het hele eiland gezien. En Deadline Geek, dankjewel voor het volgen. Welkom. Goedemiddag. Bianca, ik vind jouw naamgenoot zo leuk. Je gaat op rennen momenten, gaat zo... rennen. Oké. Okay. Oh, trouwens, als je op mijn eiland komt, laat de bloemen met rust. Laat de bomen met rust. Maar je mag wel vissen. Je mag vlinders vangen. Je mag insecten vangen. Je mag met mijn villetjes praten. Je mag alles van kraampjes meenemen. Maar bloemen en bomen met rust laten, graag. Ja, we gaan even naar... Oeh, wat is dat voor een beest? Oh kak, mijn zakken zitten vol. Ik zie daar een beest die ik nog nooit eerder heb gezien. Is dat ook een spin? Waarom staat die scheidboom ervoor? Ik zie het niet door die boom. Oh daar. Wat is dat? Sta ik goed? Nee, ik stond niet goed. Kak, hij is weg. Jammer. Ik weet niet wat het was. Oké. Okay. Wat ik ga doen op mijn eiland? Nou, ik ben nu een beetje aan het laten zien. En ik heb mijn eiland overgegooid. Dus mensen kunnen... Oh ja, die zakken zitten vol. Dus mensen kunnen langskomen. Wacht. Die kan ik wegstoppen. Dan zit ze al wat minder vol. En laat ik die bloem even dumpen. Oh, en alsjeblieft, geef me bloemen geen water. Mensen die komen, geef me bloemen geen water. Ik word al gek van alles wat ik heb. Even kijken. En nee, dat is steen. Ik wil die planten. Die blauwe heb ik misschien nog nodig. Of had ik al blauwe hier? Ja, ik had al blauwe hier. Dit is een veldje van alle bloemen. Ik heb een plaatje gevonden op internet. Oeh, ik zag weer zo'n beestje hier. Wat is dat? Nu heb ik hem. En het is... een zandloopkever. Die had ik nog niet. Ik speel het sinds... Gaat me net ook nog eens stuk. Ik speel het sinds 4 december. Maar ik heb dus een plaatje gevonden op internet. Waarbij je dus, waarbij iemand een veldje had gemaakt. Met van elke bloem en elke kleur 1. En dat veldje ben ik precies aan het namaken. Dus ik vind het wel irritant dat hier dus ook weer dus een bloem is gaan groeien. Want die hoort hier niet. Nou hoort wat anders. Ik heb hier al een roze roos. Maar dan kan ik precies zien op het plaatje welke bloem ik dus nog niet heb. Dus daar zijn de gaten van, zeg maar. Zo. Ja, loop door. Loop door. Hier. Even alles dumpen. Planten.
planten. En daarboven ook even planten. Zo, dat waren alle bloemen. Ja, oh nee, wacht, ik zie er daar nog één. Zo. Dat is mijn bloemen dump op. Oh ja, als je naar mijn eiland komt en je wilt wel bloemen water geven. De enige die je water mag geven. Dankjewel, Torgal B. Voor het volgen. Deze zijn de enige die je water mag geven, want ik ben hier de nieuwe kleur aan het kweken. Dus deze blauwe, deze oranje tulp en deze rode viooltjes. Oh, er is iemand op weg. Ik ben benieuwd wie er komt. We gaan het zien. Jenna van Palm Beach. Wie is Jenna in de chat? Jenna Dakota. Ik heb nu de Happy Homemade als titel. Oh, met een halo en vleugeltjes. Vet leuk. Er komt een engeltje naar ons eiland. Vet leuke outfit. Ik loop trouwens helemaal rechts achterin op het eiland. Oké. Ik wil even naar het museum, want ik heb natuurlijk dat nieuwe beest gevangen. Ja, hier hebben we dus bovenin het museum. Hier staan twee kraampjes. Als je iets niet hebt, kan je het meenemen. Ik heb hier zo'n archeologie, gat, waarvan die opgravingen worden gedaan. Hier heb ik ook nog DIY's liggen. Maar we gingen het museum in. Maaike komt deze keer niet, ze is de zee aan het leeghalen, want ik heb geen klingels meer en wil een groter huis. Als je ander fruit hebt dan peren, kan je het ook nog bij mij komen verkopen. Ik wil een donatie doen. Oh ja, dat kan niet. Dat is waar ook. Dan doen we dat een andere keer. Dat vergeet ik soms. Dat er bepaalde dingen dat je dat niet kan doen als je mensen op visite hebt. Komt er maar spel. Komt er maar spel. Dit kan jij. Wat gebeurt er? Doe het, ja. Oké, ik dacht even, loopt het nou vast? Maar ik zie alweer het eilandje komen. Ja, daar zijn we. Oké. Nou ja, hier woont Cherry op dit moment. En hier komt in de toekomst een villager. Maar Cherry die komt met Maple op een andere plek te wonen. Dus wij gaan bij elkaar wonen in een heel natuurlijk gebied. Dit is trouwens wat ik noem het museumplein. Want je hebt dus hier een museum met een klein pleintje. En dan komen hier dus twee villagers te wonen. En dan hebben we hier het huisje van Bianca. Die zit dus achter de kledingwinkel in de stad. Die heeft een klein balkonnetje hier. En dan hebben we aan deze kant het huisje van Whitney. Die heeft een groter balkon. En Whitney is thuis. Misschien zijn die erbij. Dat heb ik nog niet ontdekt. Nee, Whitney is ook niet. Ik ben bang dat Boon degene is die in DIY aan het doen is. Ik zal het je vertellen. Oh, er is iemand stilletjes weggegaan. Oei. Oh. Jenna, wat gebeurt er? Hey Wendy, welkom. Nou ben ik weer helemaal hier, jongens. Oh, oké. Je wifi. Oh, als je wifi niet zo goed is, dan is het misschien niet verstandig om te komen op stream. Hazel is nu ook thuis. Zo, Hazel. Dit is het huisje van Boon, hè? Even kijken. Ja, Boon is de DIY aan het doen. Maar die negeer ik. Dus als je wil weten wat voor DIY die aan het doen is, kan je met hem gaan praten. Oh, trouwens, nu er toch niemand is. Oeh. Yes. Die had ik nog niet. Zo. Ja, die weer lopen heel erg in de weg, jongens. Zo. Nee, op de trap. Niet naast de trap. En het zwarte tulp moest uit mijn hoofd, dacht ik hier. Waar is die heen? Zo. Weer eentje erbij. Heel fijn. Oké.
nu er toch niemand is, heel snel kijken of we nu wel een donatie kunnen doen. Wendy is ook Animal Crossing aan het spelen. Ja, jij hebt ook de... Jij hebt een light. Dat was het. Ik wil een donatie doen. Ja, nu mag het. Dat rare zandlopkevergeval. Nee, dat hoeft niet hoor. Ruim maar snel op. Zo. Nee, het is goed zo. Alhoewel, ik heb wel wat. Ja. Ik moet die verkopen. Wil je wat analyseren? Die. Ik heb mijn fossiel al compleet. Ik in het begin, Sven. En hooi trouwens. Ja, hooi. Begin is met hooi. In het begin las ik het elke keer. Maar ik kreeg al heel snel door op dag 1 en 2 dat het elke keer dezelfde teksten zijn. Alleen tegen het einde ben ik gaan opletten. Want ik had mijn fossielen bijna compleet. En ik wilde die melding niet missen. Dat ik niet ging doorklikken. En dan vervolgens niet zag wat dat hij zei. Ja, je hebt je fossiele collectie compleet. Dus sindsdien... heb ik elke keer 2 niet geanalyseerd. Dus die kan iedereen gewoon meenemen als je collectie niet compleet is. En 2 specifieke. Dus als je een lijstje bijhoudt, kan je hier kijken of er eentje bij zit die je nog niet hebt. Oké. Nou, dan gaan we hier rechts de stad uit. Nou, hier heb ik eigenlijk voor de rest nog niet heel veel. Ik heb wel dit plekje. Dat is niet veranderd. Dat is gewoon zo'n lekker plekje waar je kan zitten. Gewoon leuk. Ja, want ik denk, wat moet je met dit uitsteekseltje? En toen zag ik een plaatje op Google afbeeldingen. Met precies ook dit uitsteekseltje. Dus het was precies deze vorm. En toen ben ik het gewoon gaan nabouwen. En zelfs sneeuwpop erbij gezet. Want ja, sneeuw, leuk. Oké, ja, Flip, jou hebben we straks ook nog nodig. Daar zit weer een rode roos die er niet bij hoort. Ik ben de hele tijd bezig met bijscheppen. En Damien Cornet, dankjewel voor het volgen, welkom. En dan staat nu tijdelijk mijn winkel hier. Maar ja, die gaan we dus binnenkort weer verplaatsen. Terug naar zijn oude plek. Oké. Oeh, we hebben een carnavals item. Ja, wacht. Eerst even, wat wilde ik doen? Ik wilde wel dingen verkopen. Pap, betaal je voor knollen? 104, jongens. Dus ik zou het daar niet voor doen. En wat is de dagtopper? Een boomstam zit je en stroobed. Dus als je, daar, als je dat nog kwijt wil, is dat prima. Ja, Jenna, je kan dit nog wel een keer proberen, want je bent nu de enige. Maar stel dat er nog meer mensen komen en je blijft problemen met je wifi, dan is het niet verstandig. Maar probeer het nog maar een keer. Want er is voor de rest nog niemand. Een stuk hoger, 52. Vorige week was alles bij mij onder de 80. Dat is niet normaal. Oké, ik wil uiteraard deze kraam hebben. 3000, koop ik. En dit artikel is geïnspireerd door het aankomende carnavalsfestijn op 15 februari, moet je weten. Oh, ik zag iets over de filters in de kast. En ze zijn na de carnaval niet meer beschikbaar. Nou, die hoef ik niet. Die hoef ik niet. En die heb ik al in een andere kleur. Dus deze mensen die op mijn eiland komen, je mag dat gewoon kopen. Oké, er stond iets over de filters in de kast. De emoties voor carnaval? Ja, die wil ik. Oh, hij is wel duur. Koop ik. Ik was nog niet klaar. Oh, we gaan het meteen leren vandaar. Juist, dit is volkomen logisch. Ik heb nieuwe emoties geleerd. Druk op zet. Dan is die rechter, ja. Oké. Zwingende heupdat. Harlo Haker, dankjewel voor het volgen. Kijk mijn moves, jongens.
Heerlijk. Oh, dit vind ik leuk. Dan hebben we de swingende hinkpas. Dit is een beetje creepy. Oh, oh, dit stukje. Kom maar, kom maar, kom maar. Oké, en dan hebben we de pagepas. Oh, het stopt denk ik, omdat er iemand komt. Oh, die kreeg van Tommy kreeg ik van dat prijzen. Annette zegt, ik denk dat ik die nog niet kan kopen, want ik heb nog zo'n kleine look, anders komt het naar mij. Ik weet niet of je het kan kopen bij mij, lijkt me wel dan toch? Nou, maar het is er pas sinds vandaag, Sven, want je zegt, ik heb al zo lang geen Animal Crossing gespeeld. Echt leuk. Nee, het is echt pas sinds vandaag, want ik ga elke dag naar mijn winkel. Nou, Jenna komt er weer aan. Deadline Geek zegt, als het goed is, kan je inderdaad gewoon spullen bij anderen op het eiland kopen, ja. Ja, ik weet wel dat je niks aan de servicebalie hebt, maar volgens mij in de winkel moet je gewoon alles kunnen kopen. Ik heb peer. Ik ben een pereneiland. Oké. Wat ging er stuk? Mijn net ging stuk. Wacht. Ging mijn net stuk? Ik weet het niet meer. Wat ging er stuk? Ja, hou op met praten. Ik wil kijken wat er stuk ging. Ja, mijn net. En de katapult. Dus, een kampeernet koop ik. En, oh, ik heb zo'n lelijke. Nee, nog maar. Ik vind die kleurrijke, die kleurrijke die ik heb, vind ik dus niet mooi. Kleurencombinatie. Want bij mij is het dus geel met rood en blauw. En dat geeft me een beetje clownsgevoel. Oh, Sven zegt, dat wist ik zelfs niet. En Jutta zegt, ik heb ook peer en ik vind het zo vreselijk. Nou, ik vond het in eerste instantie ook jammer, Jutta. Maar het heeft wel een interessante twist. Want dat betekent dat de andere fruitsoorten, dus de appel, de kers, de sinaasappel, dat die meer waard zijn op je eiland. En ik heb ook inmiddels veel meer persikbomen op mijn eiland staan dan perenbomen. Omdat ik dat gewoon mooier vind staan. Hier heb ik verder niks meer van nodig, dacht ik. Ik dacht dat we nog iets hadden over... Oh, alleen die emoties waren dus te koop. Ik denk, misschien vind je nog andere carnivals items in de vitrine, maar dus alleen de emoties. Dus ja, ik heb die gekocht. Ik heb hem nog in mijn zak, dus als mensen willen... Ik weet niet, werkt dat met voelen? Even kijken, jij wil de dodo code. 9, G, Q, K, R. Alsjeblieft. Jenna heeft persik, vandaar Palm Beach, ja. Oh, kijk, hallo. Oh ja, we waren nog bezig met die emoties. We gaan even... Oeh, we gaan het op de steiger doen. Dat vind ik leuk. Zo. Want... Even kijken hoor. De pavépas waren we bezig. Oeh! Die vind ik leuk! Woep, woep, wee! En... Oh, jij hebt hem ook. Kon je ze bij mij kopen, Jenna? Of had je ze bij jezelf gekocht? En dan heb ik confetti. Oh, die is ook leuk. En dat was het. Er zijn er dus 4 bijgekomen. Je hebt dus confetti. We hebben de pavépas. We hebben de swingende hinkpas. Waarvan het eerste gedeelte creepy is en het tweede gedeelte dat je denkt... Oké. En als laatste de swingende heuppas. Kijk dan. Kijk dat gezichtje. Zo blij. Oké. Okay. Heb ik insect in mijn zak? Ja, ik heb het. Wacht, ik ga zo eerst de rest halen. Ja, dan heb ik in ieder geval mijn eiland nu getoerd. En Jenna kan lekker shoppen en langs de kraampjes gaan. En ik heb begrepen dat Meike er nog aankomt. Oh, kijk, er is iemand op weg hier naartoe. Eet smakelijk, Sven. Kijk, Meike stijgt op. Ja, ik ga echt snel, ik weet het. Daarom heb ik ook... Ik heb de afgelopen 2 weken heel weinig gedaan aan terraformen. Ik heb expres gewacht totdat er een nieuwe villager... Dat er een villager weg wilde. Want ik hoopte gewoon dat of Boon of Hazel zou zeggen... Nou, ik wil weg. En toen ging Soleil weg. En Soleil zat op een...
al op een gevestigd plekje. Maar ja, Soleidi was toch uiteindelijk ook een villager die ooit weg moest. Want haar inrichting was heel erg oosters. Zij had al die keizerlijke meubels met het felle rood. Dus ik heb hem maar laten gaan. En nu zit Cherry op dat plekje. Maar Cherry moet uiteindelijk naar een ander plekje samen met Maple. Dus toen dacht ik, nou weet je, dan zet ik Boone en Hazel maar op het strand. Ik wilde dat eigenlijk voorkomen door niks op het strand te zetten. Maar dan kan ik weer terraformen. Dus ik ben echt sinds het weekend weer begonnen met terraformen. Daar is Meike. Je kwam van de week en het is helemaal anders dan het komt. Ja, ik ben van het weekend dus gaan terraformen. Ik heb dus het gedeelte waar de vuurtoren staat, heb ik gemaakt. En ik heb dus de huisjes en de winkel verplaatst. Dus Hazel en Boone zitten nu op het strand en de winkel staat nu op het strand. Maar voor de rest is het eigenlijk allemaal hetzelfde. Ik kan meteen ook wel even het huisje laten zien. Dat is ook wel leuk. Want zoals ik ooit in de stream heb gezegd, is mijn entreekamer altijd een themakamer. En op dit moment is mijn themakamer de Sims hier paranormaal. Dus we gaan nu naar binnen. En dit is nu mijn themakamer voor de Sims 4 Paranormaal. Dus je hebt hier zo'n waarzeggers ding met van die tarotkaarten en zo'n bol met kaarsjes en zo. En dan wil ik hier nog deze lamp ook wel mooi bijpassen. Van die sieraadjes en zo, een spiegeltje. Ja, geurstokjes hier. Dus ik heb nu mijn themakamer geïnspireerd op de Sims 4 Paranormaal. En ik wil er dus binnenkort nu een themakamer van maken die past bij Valentijnsdag. Even kijken, Sharon zegt, ik had een vermoeden, had ik het al toen, maar ik wou het niet zeggen. Maar ik moest er wel aan denken. Zo, 32.000 klingels voor persikken, lekker bezig. Oké, de peren gaan in de opslag. Mama's naaiwerkje, oh die. Ik kan hier ook even zien. Aan de muur hangen. Oh, dat past wel heel goed in deze kamer. Oh, briljant dit. Oh, ik mag nu niks veranderen. Oké. Maar dan ga ik die boven de opening hangen, zeg maar. Oh, maar die vind ik echt heel goed passen. Oké. Dan hebben we het carnavalskraampje. Die doe ik over mijn opslag. Hout. Zo. Oh, ik had die kerst ook kunnen verkopen. Nou ja. Takken in een opslag. Zo. Wat is dit? Oh ja, die vuurtoren. Die plaats ik wel even hier. Schelpen. Mijn nieuwe lelijke gele katapult. En mijn net. Ik heb een vaste volgorde hoe het verloopt. Dan hoef ik niet elke keer te zoeken. Dus ik heb eerst katapult, polstok en de ladder. Vishengel. Gieter, net, schep, bijl. En dan heb ik hier de andere bijl, maar die is ook laatst stuk gegaan. Zeg maar de bijl waarmee je bomen kan hakken zonder dat ze omgaan. Zo. Ik moet even al mijn insecten eruit. Dus koolwitje. Want Flik is er, daar ben ik blij mee. Ga ik mezelf weer even rijk maken. Ook een tip jongens, bewaar je insecten voor Flik, bewaar je vissen voor CJ, je krijgt er veel meer voor. En ik heb ook nog vlinders nodig, want ik heb al die vlinderbeeldjes nodig. Oh, mijn zakken zitten vol. Wat had ik nog? Want ik heb 1 groene. Heb ik hier ergens nog van die groene? Nee, hè? Nee. Oké, nou dan gaan we die wel van verkopen. Oké. Even langs mijn kraampjes lopen. Nou, hier is nog niemand geweest. Dit ligt er allemaal nog. Toch even in de gaten. Jongens, joehoe, kraampjes. Ga gezellig langs de kraampjes. Flik, ja. Ja, ik ken je nog.
Bladib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 lad
Hoeveel moet je er nog geven? Papiervlinder. Ja, tuurlijk. Mike liep ook net standaard naar de oude plek van de winkel. Nou, hij komt volgende week weer daar. Of deze week. Ik ga straks de brug plaatsen na de stream. En dan kan ik weer daar in die hoek terraformen. En dan komt hij de volgende keer als je komt, staat hij weer daar. Oké, en ik wil er nog één. Kan ik maar één per keer? Vertel eens over je kunst. Oké. Maar één keer per keer, dat vind ik dan wel een beetje jammer. Nou, dan is het alleen de papiervlinder. En dan doen we volgende keer een andere vlinder. Gaan we deze gewoon allemaal verkopen. Zo. Zo, hoeveel zou ik hiervoor krijgen? Een hele zwerm. Oh, ja, het is goed. Kom maar langs, Jutta. 58k. Deal. Oh, ik zie iemand met een kroontje op. Wat leuk, Jenna. Je bent langs het kraampje geweest. Zo. Flik heeft alleen zin op je eigen eiland trouwens. Je kan zelf niet met Flik op mijn eiland. Dat vind ik wel jammer. Want laatst was dus Flik op het eiland van Tesla. Toen dacht ik, oh, dan neem ik al mijn insecten mee. Heeft dus geen zin. Ik heb een dodo code. Ik zal hem nog een keer typen in de chat. Ik heb natuurlijk normaal gesproken een beloning die je moet kopen als je op stream wil langskomen. Maar de beloningen doen het op dit moment niet. Dus daarom heb ik besloten dat iedereen gratis mag langskomen vandaag. Hallo. Als jullie spullen pakken van kraampjes, leg ze wel weer op het goede kraampje terug. Alsjeblieft, dankjewel. DIY's horen op de ijzerkraampjes. En de spulletjes horen in de tentkraampjes. Oké. Okay. Nou, gaan we voor een tweede ronde insecten halen. Sharon zegt, dat dacht ik dus dat je niet moest halen. Ja, normaal gesproken, ik heb de beloning aangezet juist vandaag voor de stream. Maar Annette probeerde net verkleedpartijtje te kopen. En de beloningen doen het dus nu niet. Dus vandaar dat jullie gratis mogen komen. Oeh. Nou, ik heb één wesp in mijn zak. Schiet lekker op. Er is iemand op weg hier naartoe. Wie komt er aan? Jutta komt er aan. Dus vind ik wel leuk, want nu kan ik zien wat voor titels iedereen heeft en hoe iedereen zijn eiland heet. Creatieve interieur connoisseur Mel Blue Ducky. Ben jij dat, Jutta? Wat is een interieur ik weet niet hoe je moet uitspreken, joh. Dat ben jij niet. Oké. Een connoisseur. Een kenner. Oké, dus je bent een creatieve interieurkenner. Waarom staat er dan niet gewoon kenner? Dat is toch een logischer woord. Mel is er. Hallo Mel. Oh, jij hebt dat leuke hoedje ook op. En die outfit zag ik ook in mijn winkel. Dat jasje met het rokje. Wie is Mel? Oh, hi Dead Like Geek. En nu komt er weer iemand aan. Zal dit dan Jutta zijn? Nee, komt er niemand aan? Dan ga ik heel snel weer beestjes pakken. Zo. Wie komt er dan nu aan? Nu stijgt Jutta op. Oké, nu is het Jutta.
Dit is wel handig, die tussendoor opslaan momentjes. Dan weet ik zeker dat mocht er een probleem zijn, dat ik alles wat ik tot nu toe heb gedaan, is opgeslagen. Jutta, het allereerste vakantiemens van Jutland. Ik vind het grappig om dan te zien welke titels mensen kiezen. En ook om te zien hoe iedereen zijn eiland heeft genoemd. Jutland is een stad in Denemarken, echt? Oh. Eigenlijk moeten ze de Sims hier ook automatisch opslaan. Ja, dat zou... Nou ja, ik zou dat alleen goed vinden als het iets is wat je zelf kan aanvinken in de instellingen. Want ik heb wel eens gehad dat dan er iets misgaat in je verhaallijn. En dat je dan opnieuw wil beginnen. Dus dat je gewoon afsluit zonder op te slaan. En als je dus automatisch opslaan een soort van standaard instelling is die je niet uit kan zetten. Dan zou dat heel vervelend zijn. Dus ik ben een voorstander van automatisch opslaan in de Sims. Zolang het ook een feature is die je dan bij instellingen kan uitvinken. Oh, nou heb ik net niet opgelet hoe Jutta eruit zag. Sorry, Jutta. Ik ben mijn zak aan het volproppen nu. Oh, mijn zak zit vol. Meskever mag niet mee. Even kijken, ik heb nou 4 mensen op mijn eiland. Ik moet het even onthouden, want ik had laatst ook een keer dat ik in Discord mijn eiland opengegooid. En toen wist ik niet meer hoeveel mensen ik er eigenlijk had. Ik had er niet langs. Hebben we daar wat voor? Oké, okay. Flik, flik, flik. Waar ben je, flik? Lekker bezig bij de kraampjes, jongens. Stoppertjes. Oeh, kijk, ik heb weer lekker veel ruimte voor DIY's. Ik loop flink nog hier of is hij aan de andere gaan? Oh. Ja. Ja. Ja, gaan we verder. Ik wil beestjes verkopen. Hier, wespen. Die schijnen ook wel wat op te leveren. En ik weet niet meer zeker of ik een vogelspin nou had bewaard of niet. Tot nu toe verkocht ik ze altijd meteen, want ik wilde ze niet in mijn zak hebben. Maar toen kwam ik er een keer bij Saar achter dat als je ze bij Flik verkoopt, dan krijg je dus 12.000 klingels per vogelspin. Hoppatee, dankjewel. Okay. Ik moet even langs het stadhuis, want nu heb ik klingels in mijn zak die een plekje bezet houden. Hey Pieken. Zo, 40k klingels voor fruit voor Jutta. Lekker bezig. Oké. Okay. Ja. Oh, daar ben ik ook wel benieuwd naar, want je hebt een snoepcatalogus. En dan speciale artikelen. Nou, ik heb dus de kampeertafel, die moet ik niet. En de mini-vijver, die heb ik al. Voor de rest zijn het natuurlijk allemaal kledingdingen. Maar we hebben dus sinds vandaag ook Valentijnspullen. We hadden deze 4 al. De American Football tapijt. Nou, die heb ik niet gekocht. De sterrenmegafoon, daar heb ik er 2 van. 1 sterrenmegafoon en 1 glittermegafoon. Dat wisselt elke dag. Dan hebben we de modelrecette. Ik weet niet zo goed wat ik met bosmarmottendag moet. En een bonengooipakket. Maar we hebben dus nu ook het hartvormig boeket. Oh, ik kan het nu niet bestellen omdat jullie er zijn. En een chocoladehart. En er zijn dus meerdere kleurtjes van. Dus ik ga ook morgen weer langs spullen kopen. Maar ik kan dus niks bestellen. Dat vind ik ook raar. Waarom zou ik niks kunnen bestellen? Het wordt toch pas morgen bezorgd. Maar oké. Sharon gaat even de bomen leeghalen. Klingel storten. Hoppatee. 140.000... 25, zo. Wilt iemand geld? Nee hoor, Mel. Ik heb zat. Ik ga hard genoeg voor mezelf. Als er 1 ding is wat ik tot nu toe nooit heb aangenomen van mensen, dan is het geld. Ik heb wel eens... Ja, als je dan een brug hebt staan en mensen doneren daarvoor, dan had ik dan geen probleem mee. Maar ik heb ook wel eens mensen die dan voor mijn neus, als ik op een eiland was, hier heb je klingels. Dan denk ik, nee, dat wil ik niet. Hallo, beest, kom hier.
om hier. Ja, dankjewel. Even kijken. Ik zie dat Damien Cornet en Harlow Haker me zijn gaan volgen. Ik weet niet hoe. Lekker aan het kletsen met Maple. Dankjewel voor het volgen. Ik kan me niet meer herinneren dat ik die melding in beeld heb zien komen. Oké, ik ga weer naar mijn huisje. Nee. Ik moest nog terraformen. Het riviertje was te smal. Ik wilde mijn brug plaatsen, maar het riviertje was te smal. En ik heb zwarte rozen. Maar je kan bij mij niet scheppen. En ik had het geprobeerd, want ik dacht... Oh, misschien kan je bloemen in een cadeautje stoppen. En dan kan je ze dus geven, maar dat kan dus niet. Maar als mensen bloemen willen hebben... dan wil ik best wel een keer op Discord een oproepje doen... en dat ik dan met mijn bloemen naar jou toe kom, zeg maar. Oké. Mestkever. Oh, de enige bloemen die je water mag geven... is als je zeg maar... rechts van de stad, als je de stad uitloopt... dan zie je daar een rode bakstenen muurtje. En rechts van het rode bakstenen muurtje... zie je twee blauwe... anemonen heet ze volgens mij. En je ziet... drie rode viooltjes en één oranje tulp. Die mag je water geven. Oh, dit zijn vissen. Die moet ik niet hebben. Ik moet wel opletten wat ik doe. Nee, ik wil hem niet laten zien. Hoi, Imi. Oh, ook verkeerde knop. In de opslag. Zo. Kijk, ik heb dus hier mijn brug in mijn zak, maar ik moet terraformen. Wil ik hem kunnen plaatsen. Zo. Nou, als je per ongeluk er doorheen rent, dat kan gebeuren. Dat vind ik niet erg, als je maar niet bewust doet. Meike gaat weer vliegen, oké. Oh, je mag wel inderdaad, Sharon, bij mijn rozen achterin. Dus als je zeg maar bij dat strandje waar Red komt, daarachter. Ja, kan het nu moeilijk. Wacht, ik loop er wel heen. Ik loop er wel heen, dat is toch makkelijker. Hier, als je achter de kledingmarkt, achter deze bloemen, hier de brug over gaat. Dit is zeg maar mijn dumpveld. En dan heb ik hier ergens... Oh, dan gaat iemand weg. Ik was er bijna! Meike gaat weg. Leuk dat je er was, Meike. Nee, je had het wel aangegeven, maar ik dacht, misschien red ik het nog. Maar blijkbaar dus niet. Komt er maar. Je kan het spel. Ze is nu weg. Oh, we gaan nu pas opslaan. Oké, okay, dan hebben we dus hier achter. Deze rozen mag je wel water geven. Om proberen gouden te krijgen. Maar niet die rozen bij dat kledingwinkeltje, want daar heb ik een keurig rijtje van 5. Die loopt hier, hallo Vicky. Ik ging naar Flik. Ik denk, wat was ik aan het doen? Maar ik ging naar Flik. Hier beneden. Oh, daar is Flik. Wil je een beetje kopen? Oeh, wat voor één? Nou, ik heb een hele rij, alsjeblieft. Zo. Ja, er zitten een paar zwarte rozen bij, dus dat kan. Oké, nou, ik heb al mijn insecten verkocht, dus nu mag CJ binnenkort wel weer langskomen. Dan kan ik lekker vissen verkopen. Uit rode komen weer zwarte, dus dan krijg je extra zwarte waarbij de kans op een gouden groter wordt. Ja, maar er zitten al drie zwarte daar hoor. Dat plekje waar ik dit heen liep voor Sharon om te laten zien, daar zitten drie zwarte bij. Oh! Oké, dit is me nog nooit opgevallen. Het is een badeend. Deze hengel heeft een badeend als... Kijk eens, mijn haar zit in de weg. Godzakken.
Oh, die heeft een bad eend als dobber. Vet leuk. Kijk, deze. Ik ben hier nu een rijtje aan het vormen van 5 per kleur. En dan wil ik daarna, als ik alle kleurtjes compleet heb, de rest gewoon verkopen. Want ik hoef niet zoveel roze op mijn eiland. Ik wil meer een wat landelijke vibe. Dus ik heb meer hyacinten, chrysanten, lelies, viooltjes. Die kant wil ik meer op. En nog een tipje. Laat ik deze zelf ook weer even water geven. Dat helpt vast. Deel ze naast, maar oké. Zo. En deze. Dit is mijn experimentele hoekje hier. Hier ben ik kleurtjes aan het kweken. Oké. Okay. Oeh, hier zijn we lekker bezig geweest. De items zijn allemaal al op. Nice. De fossielen zijn op. Ook nice. Kan ik het voorlopig weer vullen. Kijk, hier heb ik alweer 2 plekjes vrij. En hier heb ik zelfs 4 plekjes vrij voor kleding. Dus dat vind ik heel tof. Oh, het wordt trouwens wel tijd. Het is februari. Ik kan het zeker nu niet weghalen. Nee, ik kan niet weghalen. Ik had in januari dus een leuke winterjas en een leuke wintertrui. Maar voor februari wil ik een beetje Valentijns dingen. Dus een schattig jurkje en dan misschien een leuk truitje of zo. Ik heb een truitje met een hartje, die kan ik daar neerzetten. Deze ga ik weghalen, deze 2021. De sneeuwvlokjes ga ik binnenkort weghalen. Ik ga een beetje een Valentijns thema op mijn eiland gooien in februari. Oh, kan je boeken nergens anders vinden dan de shop? Iemand is op weg hier naartoe. Marlena komt eraan. Nou, het is niet gelukt. Heb ik dat ding nog in mijn zak? Ja. Volgende 2. Oh, je dacht dat het bij de winkel hoorde. Nee, ik vond het leuk om ernaast te zetten. Dus ik heb nou 2 dingen ernaast gezet. En nu het februari is, wil ik dus die winterdingen vervangen voor iets leuks, iets romantisch, zeg maar. Dus ik wil mijn hele eiland nu een Valentijn thema geven. En ik ben niet van plan om echt overal op mijn eiland het thema te verwerken, maar ik ben van plan om dus pleintjes te hebben. Dus ik heb dus nu 2 pleintjes bij de kledingwinkel. Ik wil in de toekomst, als de gewone winkel verplaatst is, daar ook een pleintje hebben. En dan wil ik daar dus elke keer die thema's verwerken op die pleintjes. En als ik dus het thema ga veranderen, dat ik dan alleen nog maar langs die pleintjes hoef te komen. Oh, deadline gaat weg. Vandaar. Vandaar dat je radiostoren kreeg, Marlena. Oh, Jutta gaat ook zo weg. Ah, top deadline, dankjewel. En Ime is zo verbaasd hoe ver ik ben met mijn eiland. Ja, ik heb ook echt... Zullen we even kijken? Hoeveel uur heb ik erin zitten? Kan ik denken... Ja... Wacht, kijk wel een andere keer. Voordat er straks een storing komt of zo. Op weg hier naartoe. En daar gaat iemand weg. Sorry Marlena. Vorige keer had Meike dit en nu ben jij de pineut. Nou ben ik wel de tel kwijt hoeveel mensen er op mijn eiland zijn. Meike is volgens mij weggegaan. Jutta gaat nu weg. Mel is weg. Dat betekent dat er nog 1 iemand is. Oké, nu voor iedereen die plannen heeft. Marlena mag nu. Het is nu Marlena's beurt. Oh, Jenna gaat ook weg. Dus als het goed is, loopt er nog 1 iemand rond, toch? Op mijn eiland, ik weet het al niet eens meer. En nu is Marlena op weg hier naartoe voor de 3e keer. Echt slecht trouwens dat dat niet gewoon goed werkt. Dat het per se om de beurt moet. Een rommelige meid. Oh, het zou ook bij mij heel erg passen. Het is maar goed dat je alleen dit gedeelte van mijn huis ziet. Zeg maar, dat die kant is wat minder netjes. En je komt van Humaya. Een bijzondere naam. Heb je zelf bedacht? Komt het ergens vandaan? Als ik het goed onthoud, heb ik nu 2 mensen op mijn eiland. Dus Marlena is er en nog iemand. En ik kan gewoon niet meer bedenken wie. Oh. Oh, de eerste 2 letters van je gezin. Vet leuk. Het is 6 uur. Deze is mijn favoriet. Vooral 's avonds. Dan zie ik nog beter. Oh, ik ben een timer vergeten uit te zetten.
gaan we ruilen. Kan je die verkopen? Dankjewel. Dankjewel. Ik kan hem alleen nu niet neerzetten omdat mensen er zijn, maar ik ben echt blij mee. Ik zal hem meteen even uitzetten voordat hij straks nog een keer komt. Even kijken. Spulletjes gaan maken trouwens, want ik vind het leuk om altijd bij de doe-het-zelf kraam of bij de kraampjes ook altijd wat doe-het-zelf dingetjes neer te leggen. Dus we hebben van die kroontjes, wat zal ik eens gaan maken? Ik ga dit rugtasje maken, want die wil ik zelf ook hebben. Dan heb ik er één op het kraampje en dan heb ik er één voor mezelf. Wacht, wat is die emote met het tekstwolkje? Nadenken. Deze. Oh, verkeerd. Die moet ook even omdraaien. Maar Im, jij hebt denk ik vandaag Animal Crossing nog niet opgestart, hè? Je moet even naar de vitrine gaan in Nooks. Want dan krijg je onder andere deze. En je krijgt onder andere deze. En je krijgt onder andere deze. Vind je vast heel leuk. Denk het aan mijn verjaardagstream. Confetti! En mijn favoriet van de vier, want er zijn dus vier. Deze. Pam, pam, pam! Vet leuk. Die zijn nieuw. Carnaval dingetjes. Wat wilde ik hier doen? Oh ja, ik weet het alweer. Ik wilde... Kijk, wacht. Maak ik er drie. Leg ik er twee op het kraampje. Annette zegt, ga toch niet proberen, Kim. Maar wifi is laggy op het moment. Oh ja, dat is een beetje risico inderdaad. Er lopen nu, als het goed is, twee mensen op mijn eiland. Welkom Dagmar. Even kijken. Ik wil iets maken. Ik wil die maken. Eentje voor mezelf. Zo. Eentje voor het kraampje. Wel twee verschillende dingen voor het kraampje. Oké. Ik stop met klussen. Ik doe altijd op het kraampje twee dingen die ik zelf maak. En dan twee dingen die ik dan of uit een cadeautje heb geschoten of van villertjes heb gekregen. Dus er ligt weer wat op de kledingkraampjes mocht iemand interesse hebben. Spulletjes, hetzelfde verhaal. Wat zou ik hier kunnen maken wat leuk is? Ik vind het echt leuk om zelf ook spulletjes op de kraampjes te leggen. dit zijn allemaal... Kijken, wat hebben we allemaal in de aanbieding? Ja, zo'n sneeuwvlok is niet echt meer... Ja, we gaan deze maand eindelijk de sneeuw kwijtraken natuurlijk. Ik heb nog geen rozenkrans. Oh wel, ik heb wel een rozenkrans. Dat is misschien wel leuk, want dat past wel bij Valentijn. Dus dan drie rode rozen, drie witte en drie gele. That's right, that's right. That's right, that's right, that's right. Partytime. Kimpulmolenbril, kimpulmolenbril, kimpulp oud, kimpulp oud, kimpulpan, kimpulpan, kimpulhart, kimpulhart. Allemaal hart
hartjes in de chat voor Dagmar. Dankjewel voor je subje. 9 maanden alweer. Nou, je mag een kleur kiezen. Welke kleur wordt het? Geel is nu even niet beschikbaar. Die is op. Kim, ik weet niet meer. Kim, wacht, kan ik het opnieuw afspelen? That's right, ja. That's right. Party time. Kimpulmolenbril, kimpulmolenbril, kimpulpout, kimpulpout, kimpulpan, kimpulpan, kimpulhart, kimpulhart. Kimpulpout, kimpulpout. Ja, dag maar. Niet zo vervelend doen. Kom op zeg. Welke andere kleur wil je? Of moet ik weer blind gaan grabbelen? Kimpulpout, kimpulpout. Zo, poot is gewoon een normaal Nederlands woord. Roze. Ja, het is goed met je. Je zei roze als eerst. Dus... Nu wordt het ook roze. Mie Pukki Games. Eet smakelijk, Dagmar. Laat ik jouw vlaggetje wel aan de rest zien. Kijk al die kleuren. Tada! Het vlaggetje van Mie Pukki met een 9. En dan komt de code nog even in de chat voor Sharon. Ik zie wel dat geel en roze hebben inderdaad wel de voorkeur als het gaat om vlaggetjes. Even kijken, Miepukkie, jij zit daar bij onder andere Annalie en Epica. Maar als je ook kijkt, het merendeel is of roze of geel. Dit is deze twee zijn de enige rode, ook al lijken ze op de cam allemaal oranje. Maar die andere zijn dus allemaal roze. Oké, Sharon komt er ook aan. Dat betekent dus dat ik 3 mensen op mijn eiland heb, als ik het goed heb. Ja, ik kan even kijken, maar ik weet niet waar iedereen loopt. Pak hem, pak hem, pak hem. Ja, dank u. Hier iemand de winkel in zeker? Of uit? Sharon gaat vliegen, oké. Okay. Even kijken hoor, wie zijn er nou nu? Ja, Marlena is er. En is er nou nog iemand? Kijk, Marlena is er. Sharon komt eraan. Maar chat, is er nog iemand op mijn eiland? Ik weet het oprecht niet meer. Kijk, kom maar lekker je fruit verkopen. Creatieve enthousiasteling van Moonbee. Jenna was er weggegaan. Die heb ik weg zien gaan. Die ging gelijk achter Jutta. That's right. Joepie, alweer 4 maandjes bij de Pulsengang. Bij de Pulsengang? Okay. Lotte, ik vind haar briljant. Oh, even kijken hoor. Als je op de min duwt, de optie paspoort bekijken, dan kan je zien wie er is. Dat gaan we proberen. Wat wil ik doen? Paspoort bekijken. Oh, kijk. Dus Sharon is er. Marlena is er. Oh, jullie zijn met z'n tweeën. Oké. Okay. Gingen er 2 achter elkaar? Ja, Jutta en Jenna gingen gelijk achter elkaar weg. Dus ik denk dat ik daarmee in de war was. Thanks Marlena, echt. Hier heb ik wat aan, want ik ben zo vaak dat ik in Discord op een gegeven moment niet meer wist. Wie is er nou nog op mijn eiland? Ik weet niet meer. Maar even bewegen. Zo. Want dan gaan we het subje van Goudtrian vieren. Welke kleur? Dat is zeker een handige tip. Hier ben ik echt heel blij mee, want ik zat al van... Oh, als ik elke keer mijn Discord opengooi, moet ik dan een lijstje gaan bijhouden of zo? Hoe ga ik onthouden? Want mensen komen natuurlijk niet elke keer in dezelfde volgorde naar je eiland als dat ze ook in dezelfde volgorde weer weggaan. Oké, Goudtrian wil blauw. Is die dan het blauwe vlaggetje voor Goudtrian? Met een 4. En Sandlash 232. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Ik zie nog net iemand mijn winkel in rennen. Even kijken. Weer een blauwe erbij. Dankjewel voor je subje. En Bianca gaat weer vandoor. Oeh, online rolstoel zoomen. Veel plezier. En Tiepeke 111. Ook dankjewel voor het volgen. En Lena XC. Ook welkom. Ook dankjewel voor het volgen. Oh ja, ging die roze weg? Even kijken. 1, 2, wacht. Het kan helemaal niet. Denk ik me nu net. Sluit het venster. Ik heb 3 witte nodig, heb ik niet. Oké, was een leuk idee. Ik ga niet door. Wie komt eraan? Deed iemand zijn best moeten komen, maar dat lukte niet. Wat kan ik anders maken?
Ik weet niet of ik Rogelio Sinte heb. Tulpen heb ik wel. Dacht. Nou, ik weet, de lelies heb ik sowieso. 3 wit, 3 rood en 3 geel. Ja, komt er iemand aan? Ja, daar komt iemand aan. Zo, Sharon, 155.000 klingels voor fruit. Je had volgens mij niks anders in je zak zitten dan fruit. Lekker bezig. Oké, Maud komt eraan. Van Avonteur. Wie is Maud in de chat? Eilandvakantiemens. Oh, nu is Animal Crossing wel het perfecte spel. Mijn eiland leeg geplukt. Alleen de peren zitten nog aan de bomen. Ja, ik had gisteren ook alles leeg geplukt om aan de knollen te kunnen besteden, zeg maar. Welkom, Maud. Ja, oké. 1, 2, 3 witte. Dan. Dit is 1 rode. 2 rode. 3 rode. Oh, ik hier nog gele. Ik was nou echt schattig. Ja. 1, 2, 3. Zo. 4 miljoen klingels. Nee, zo rijk ben ik nog niet. Even kijken. Ja. Nou, er liggen nog steeds DIY's hoor. Voor degenen die net binnen zijn gekomen. Er liggen nog steeds DIY's. Ik heb net wat dingetjes op de kledingkraam gezet. En ik ga nu een krans maken voor de spulletjeskraam. Het is natuurlijk voor 6 uur geweest. Zou er nu een andere villager aan DIY zijn? Zou Boon klaar zijn? Ik zal even langslopen. Zo. Woehoe! Ik stop met klussen. Wel hier, als ik hier nog een witte roos heb, hè? Nee, volgens mij niet. Nee. Oh, sorry Maple. Ik botste tegen je op. Please be klaar met DIY'en. Nee, hij is nog steeds bezig. Hou op. Ik wil niet met jou praten. Een andere villager moet gaan DIY'en nu. Oh. Oh, ik zie niks. Pakken we mijn bad eend weer. Nou vind ik deze hengel toch een stukje leuker. Hij lijkt heel erg... Voor de mensen die in Noord-Nederland wonen en weten wat Sint Maarten is. Die hengel lijkt zo hard op zo'n Sint Maartenstokje. Maar ik vind die bad eend zo leuk. Oh, je hebt een nieuw jurkje aan. Wat leuk. Wel koud in deze sneeuw, maar heel leuk. Pak de bad eend. Het is echt een Sint Maartenstok. Ik heb een Sint Maartenhengel. Heb ik de ijzeren houten buffetkast? Volgens mij wel. Even kijken. Ja, die heb ik. Buffetkast. Die heb ik al. Marley of Wendy komt ook nog even. Welkom Wendy. Ja, ik had iets nieuws voor het kraampje. Zo. Dus de vuurtoren, die uiteraard niet. De leliekrans. Zo. Er ligt hier ook weer wat nieuws op het kraampje. Oh, dat vind ik zo leuk, hè? Om zelf ook spulletjes neer te leggen. Hoe gaat het met de kraampjes boven? Ja, de fossielen zijn natuurlijk op. We moeten eerst weer nieuwe vinden. DIY's liggen er nog. Hier liggen 2 DIY's. En hier liggen 2 DIY's. Oké. En Virginia Gamer, welkom. Dankjewel voor het volgen. Oh,
Oh, ik heb... Ja, ik weet niet hoeveel bamboe spullen ik heb. Deze dus is dus gewoon 12k waard, hè? Dus sindsdien verkoop ik niet meer mijn schelpen, maar bewaar ik ze. En dan om de zoveel tijd maak ik een aantal van die poorten en verkoop ik ze dan bij Nook. Ik zit wel even te kijken, voor Valentijnsdag, ja deze wil ik maken voor Valentijnsdag. Om dan ergens in mijn in de stad te neerzetten is wel leuk. Oh, er komt iemand aan. Of er gaat iemand weg. En die komt er als het goed is aan. Het huisje van Maple achter een boom stond ook nog een zwarte roos. Oh, kijk, top. Ja, daar had ik ook een paar bloemen gedumpt. Daar stond eerst een rijtje met alleen rode rozen. Nou, toen kwamen er opeens zwart en witte bij. En vervolgens heb ik ook maar wat andere bloemen erbij gedumpt. Omdat ik geen zin had om helemaal naar achter naar boven te lopen. Je mag vissen, ja. Het enige wat voor de rest is... De enige regel bij mij is bomen en bloemen met rust laten. Maar je mag vissen, je mag schelpen pakken. Je mag met villetjes praten. Je mag alles van kraampjes meenemen. Je mag winkelen als de bomen en de bloemen maar met rust gelaten worden. En festival van Naat Wen komt eraan van Hogwoods. Ah, oh, leuk. Een bloem in je haar. En Silly. Dankjewel voor het volgen. Welkom. Ik ben eigenlijk totaal niet bezig met een checklist van welke vissen ik moet hebben. Ik zag een video op YouTube die me werd aanbevolen van deze moet je echt vangen voordat februari begint. En die heb ik niet eens gekeken. Ik ben, vis sowieso niet heel veel. Ik zie wel dat ik iets nieuws heb. Dat zal die ene zandloopkever wel zijn geweest. Ja, zie je, die is nieuw toen. Die heb ik ook al gedoneerd. Maar, oh, die heb ik dus blijkbaar toch meteen verkocht. Ik dacht dat ik hem in mijn zak had bewaard. Maar ik ben niet echt bezig met een checklist of zo. Dus ga lekker vissen. Doe lekker je ding. Ik wil nog een item maken. Wat kunnen we maken? Oh ja, ik zat ook even meteen te kijken voor Valentijn. Ja, want mijn eiland heeft nu nog het wintersteen. Maar ik heb de kerstbomen zo had ik al weggehaald. Maar we hebben hier nog de sneeuwvlokjes. We hebben hier nog de 2021. We hebben hier nog de winterkleding. En ik wil dus een wat meer romantische sfeertje op mijn eiland gaan neerzetten voor Valentijnsdag. Dus nou ja, deze bloemenstaande is dus heel leuk. Die wil ik dan gaan maken. Kan ik dat eigenlijk? Nee, ik heb geen oranje roos volgens mij. En Leanda, Rex, dankjewel voor het volgen. Welkom. Ik heb volgens mij alles behalve een oranje roos. Dus die moet ik nog even gaan kweken. Wat is voor de rest leuk om neer te zetten? Ja, op zich zou je ook wel wat van die zeemeermin... Dit is ook heel schattig, die schelpenfontein. Hey Jill! Die zou ik ook gewoon ergens op het pleintje kunnen neerzetten. Heeft ook een beetje een romantische vibe. En wat is nog meer schattig? Persikstoel heeft wel iets liefs. Oh, ik zit nu bij huisraad, hè. Eigenlijk moet ik even bij alles kijken. Een bloemenkar heb ik al ergens staan. Oh, nou, op dit moment blijf ik even op mijn eigen eiland. Maar wel lief voor het aanbod. Hoe gaat het met je giraf, Jill? Is het nog steeds een giraf of is het inmiddels een zebra geworden? Bloemstukjes kunnen leuk zijn. En dan zijn we alweer bij het fruit. Ja, ik denk als ik een beetje zo kijk met wat ik neer zou kunnen zetten. Ik denk dat ik een schelpenfontein dan ergens ga neerzetten. En die bloemenstaander wil ik gaan neerzetten. Want die geeft wel een beetje Valentijnsdag vibes. En we krijgen natuurlijk Valentijns spullen met de surfsbalie. Hij kan met één oor luisteren. Hij is van doof naar slechthorend gegaan. Oh, kijk, top. Ik zie dat daar ook alweer wat op is. Daar ligt nog wat. Een drinkkokos. Wat ga ik nu maken? Ik heb
kleur. Wat is dit? Een muts. Een persing muts. Dit is niet een hele charmante muts of zo. Een bladparaplu. Heb ik net niet genoeg onkruid voor. Een strooijas wel. Die kan ik maken. Oeh, Saar. Jeetje, welkom. Shoutout voor Saar. Welkom allemaal, ik ben Kim. En ik speel vooral Animal Crossing en The Sims hier op stream. Je hebt Marbles on stream gedaan. Hoe was je stream, Saar? Ik zie allemaal van die Korox emotes in de chat. Vet leuk. En Tigersniper12, dankjewel voor het volgen. Welkom. Ja, ik ben nu op mijn eigen eiland en ik heb een paar kijkers rondlopen op mijn eiland. En Slijnen, ook dankjewel voor het volgen. Jeetje. Liempie, ook dankjewel voor het volgen. Ik stop met klussen. Ja, dit is mijn poppetje. Oeh, je merch, ja. Oh, dan ga ik even naar kijken, want die had volgens mij ook iets op Instagram gepost. Dat is toch met die Korox emote, je merch. En Kim, kijk, goeie naam. Kim 003, dankjewel voor het volgen. En Alyssa Wai, ook dankjewel voor het volgen. Welkom allemaal. Welkom hier. En Martijn Gerritsen. Er is nog geen shout-out voor Saar. Oh jawel. Marbles on stream had je op het laatst gedaan. Kijk dan. We gaan wel even de bomen schudden boven. Ja, ik ben vandaag een beetje in Animal Crossing aan het spelen. We hebben dus onder andere gekeken naar de nieuwe carnavals dingetjes. Want er is een nieuw kraampje was er in mijn winkel. En er zijn dus... Oeh! Nee! Nee! Wat erg dit! Oh. Nou Marlene, je kan wel heel leuk zeggen. Ik ga weer naar huis. We gaan allemaal naar huis. Wat de heck gebeurt er? Oké. Oh, dikke F. Ja, nee. Oh, nou, ik hoop dat iedereen die er was zijn ding heeft kunnen doen. Neem aan dat de gate nu dicht is. Ik hou hem denk ik ook wel dicht. Sharon was net zo lekker aan het vissen. Oh, wat stom dit. Ja, de gate is dicht. Heb je je klingels nog, Sharon? Of zitten je zakken weer vol met fruit? Dit is de eerste keer dat ik dit meemaak met Animal Crossing gewoon vanuit mezelf. Maar ik bewoog. Waarom? Ja, je hebt je klikkels nog. Oké, gelukkig. Dus alles wat jullie hebben gedaan is niks verpest geweest. Oké. Corne Roosendaal, dankjewel voor het volgen. Welkom. Oh, nou ja. Nou, nu loop ik dus alleen op mijn eiland. En Marlene, de dingen die jij gekocht hebt, heb je ook nog. Oké, nou ja, dan kan ik nu wel terraformen. Nu jullie er niet meer zijn. Oeh, maar wacht. Eerst wil ik even die nieuwe vuurtoren neerzetten. Die ik van Marlene heb. Komt die hier? Die gaat zelf een gele. En ik wilde geen gele. Zo. Ik sta denk ik te dicht bij de afgrond nu. Ga maar plaatsen. Oh, dat gaat goed. Oké. Andere kant. Andere kant. Eén ding trouwens. Wie heeft bedacht dat die vuurtoren zo klein moest zijn? Mijn hoofd alleen kan al niet door dat deurtje. Ja, zo leuk. Wacht, dat gaan we vieren. Tada! Het is ook al meteen donker aan het worden. Half zeven. Je ziet meteen dat de lucht heel erg donker is. Maar dat deurtje is zo klein. Ik weet nog, ik had het plaatje gezien op Instagram waarbij ik dit dus heb nagemaakt. En het was dan een beetje van een afstand. Dus ik had het idee dat hij veel groter was in mijn hoofd. En toen dacht ik, weet je, ik bestel wel eerst mijn eigen vuurtoren. Dan zet ik die even als placeholder neer, totdat ik die blauw-witte heb. En ik zette hem neer en ik denk echt, serieus? Het is net niet twee keer een poppetje. En mijn hoofd is gewoon groter dan het deurtje. Voor de kabouters, ja.
Dus, maar ik ben wel blij met de vuurtoren. Ik vind het veel rustgevender dan dat hele aanwezige geel. Dus dankjewel, Marlene. Oké, dan kan ik dus hier. Wel. Gaat het wel. En langharige cavia. Welkom, dankjewel voor het volgen. Oké. En Tylos, ook dankjewel voor het volgen. Welkom. Wacht. Nee, ik deed het goed. Nee, nu doe ik het niet goed. Ja, nu doe ik het goed. Zo. Haki-taki. Oh, wacht. Dat ding moet daar nog weg. Zo. Ja, mijn rivier. Ik wilde hier een brug plaatsen, maar mijn rivier was te smal. Even kijken. Seppe, ik heb ook geel, maar rood-wit gekregen. Kijk, dat is ook top. Maar op zich ben ik wel blij met mijn vliegveldkleur. En ik had ook online een lijstje gezien. Met... dit is niet handig hoe ik dit doe. Met welke kleur items bij het vliegveld horen. Dus op zich ben ik nu wel blij met mijn gele vliegveld. Maar ja, ik hoef geen gele vuurtoren. Even kijken. Stel het me voor. Hè, Jill? Het je voorstellen, niet meteen plaatsen. Vind ik dit leuk of wil ik hem groter? Nog eens nadenken. Nu heb ik alleen maar een post op nodig om aan de overkant te komen, helaas. Dan gaan we per ongeluk klikken. Wil ik hier ook erin halen. Nee, god. Werk mee. Nee! Af en toe, dit spel. Als ik die even weghaal ook. Scheppen niet op gaan zitten. Oké. Zo. Even goed. En hier ook. Ik moet daar altijd weer mooi afwerken. Nee, ik moet vanaf de overkant doen. Want ik wil wel precies dat hij eruit komt. Oké, gaan we weer oversteken. Nee, niet daarheen. Wat is dit voor een kneuze move? Oké, dan doen we het wel hier. Nee, dat is te ver. Dat kan je niet. Hier dan. Zo. Jongen. Oké. Hier plaatsen. Stel het me voor. Ja, dit vind ik wel toffer. Dan is hij toch een tikkeltje groter. En symmetrischer, daar hou ik ook van. Dus we gaan het doen. Hier komt de brug. Ik vind wel weer een beetje oneerlijk dat het zand van het spel zelf blijft gewoon liggen. Maar het ding wat ik heb gedownload, dat verdwijnt. Dus als die brug straks klaar is, moet ik dat er weer bij gaan doen. Hoeveel heb ik in mijn zak? Oh. Ik help je wel. Zo. Alsjeblieft. Zo. Hoeveel moest je al? 148, hè? Hoeveel heb ik? Kan hier zeker ook niet. Nee, ik heb echt nou die polstok nodig. Dat is wel jammer, want dat stukje net was lekker smal. Dus ik kon er gewoon overspringen. Zo. Hier loopt
Ik zag een cadeautje. Met mijn lelijke gele katapult. Hij vliegt alleen heel hoog nu, omdat ik dat rechte gedeelte heb gebouwd. Welkom terug, Mipukkie. Waar is mijn cadeautje? Waar is mijn cadeautje? Tot de grond. Hoppatee. Een walvis haai, lekker bezig. Scandinavische sokken. En Roos Love, dankjewel voor het volgen. Welkom. Die zijn wel leuk. Oh ja, ik denk, waar was ik ook weer mee bezig? Maar ik ging geld halen. Ik heb mijn rekening volgegooid. Wacht. Die lampjes zien er al, hè? Ja. Die staan lekker in de weg weer. Dat vind ik op zaterdag ook, hè? Dan heb je dus die KK-slider. En dan al die krukjes zo eromheen. En dan moet je door die smalle openingen rennen. En dan langs die KK-slider, die dan natuurlijk pal voor die deur zit. Dat je denkt, lekker handig in de weg zit je hier. Oké, jullie zijn er nu niet, dus nu kan ik ook die dingen bestellen. Dus ik wil het hartvormig boeket, die wil ik bestellen. En ik heb net niet genoeg voor het chocoladehart. Dus ik moet ook even naar mijn klingelautomaat. Hoi Im, welkom terug. Klingels omnemen. Ja, ik heb genoeg. 100. Oh, 150. Ermee. 150 wil ik deze. Wil ik opnemen. Zo. Ik heb meteen mijn arm. Ja, als ik kijk, zit hij echt in de weg met die stoelen. Ja, ik snap ook niet dat ze dat hebben gedaan hoor. Zo, chocoladehart is ook besteld. Dus de eerste twee falende dingen komen eraan. En Gamery Rose. Hoi, welkom. Dankjewel voor het volgen. Gaan we weer naar die Lloyd. Dat is morgen mijn brug. Daar ben ik wel heel blij mee. Oh, er ligt weer zo'n ding. Deze is nieuw sinds februari. Ik dacht eerst, wat is dat? Oeh! Oh, die kan opeens heel snel rennen. Dankjewel Bianca voor de support. En wat heb ik verdiend? Groep Miles. Zo. Ik ben hard. Deze zit er ongelukkig. Ja. Oké. Okay. Sorry, Maple. Ik moest altijd gewoon rennen tegen mijn villetjes aan. Van yoga is aan de kant. Oh, arme Scott. Zit hij nou te blaffen bij de voordeur? Die alert dat hij denkt dat de deur wel gaat. Een bam, Maple even aan de kant beuken. Dat is niet de eerste keer vandaag, kan ik je vertellen. Prima, ik help wel. Zo. Ja, dat mag, alsjeblieft. Goed werk, meid. Dankjewel. Tududududu. Donatiegoal is bereikt. Yay. Oké. Okay. Nou, dan komt overmorgen hier de winkel weer terug. Want dan... dit stuk wordt aangepast. Hier is de brug. Dan komt hier een soort van paadje nog. En dan komt hier de winkel. Maar er is nu nog water. Ik weet alleen niet hoe diep... Ja, dat is een beetje lastig. Ik wil eigenlijk eerst dat de brug af is. Want dan weet ik hoe ik moet beginnen met de hekjes, zeg maar. Of die hier moeten komen, of dat die hier moeten komen. Ripklingels, ja. Ja, maar ik heb mijn knollen nog. Mijn rekening is nu leeg, maar ik heb mijn knollen nog. Maar mijn rekening was vandaag juist gevuld omdat Flik was langsgekomen. Dus het is niet dat ik
mijn geld heb opgemaakt die ik al had. Ik had gewoon geld dat ik vandaag verdiend heb nu meteen weer opgemaakt. Ja, er zijn ook nieuwe kleding. Ik heb vandaag een jurkje gekocht. Zal het mij lukken? Zonder het trucje. Ik kan alleen even opletten waar ik hem neerzet. Niet dat ik hem daar links neerzet, want anders heb ik een probleem als ik morgen die winkel wil terugplaatsen. Even kijken, waarmee ik zeg, haha, dit heb ik dus ook rekening leeg, maar wel 2 zakken vol knollen. Ja, ik had niet heel veel geld deze week, dus mijn knollenkelder ligt maar voor de helft vol. En niet helemaal. Vorige week had ik zeg maar elk plekje in de kelder lage knollen en nu is het ongeveer de helft. Hier wel. Zo. Dan had ik altijd maar een plek. Waar is die andere? Hier. Knollenkelder. Ja, mijn kelder is de knollenkelder. Op dit moment nog wel. Ik wilde wel ooit een keer een mooie kelder van maken. Gewoon echt inrichten met spulletjes en zo. En dan nog een thema bedenken wat ik met de kelder doe. Want ik heb natuurlijk boven is mijn woonkamer met eetkamer. En dan heb ik, als je binnenkomt, de themakamer. En ik heb slaapkamer, badkamer en keuken. Maar de kelder die is op dit moment gewoon alleen een muur en vloer. En voor de rest ligt er elke keer alleen maar knollen in. Dus het is gewoon een knollenkelder geworden. Ik ben bang dat hij iets te groot gaat worden, maar we gaan het zien. Knollen naar mijn hoofd. Oh. Oeh, alles is tot puntjes perfect. Kleur check. Glans check. Omvang dubbel check. Hij is volkomen volmaakt. Geweldig. Top. Ik weet dat de sneeuwvolk Peter niet kan huilen, maar ik doe het toch. Jeetje, al die veer in mijn reet. Meester in het maken van sneeuwpoppen. Dankjewel. Gaan we weer even vissen met onze badeend. Met onze Sint Maartenstok. Ik weet wel dat ik deze laatst kocht in de winkel. Want toen dacht ik echt, ik weet niet, ik wil geen gele hemel. Maar nu ik zie dat het de Sint Maartenstok is met een badeend eraan, vind ik hem heel leuk. En Jill gaat eten, eet smakelijk. Iem ook echt, oh mijn god, hoe dan? Nou, wat een vertrouwen. Ja, ik wil eigenlijk verder hier, maar dat kan nu niet. Ik kan wel vast deze bomen, nou ja, misschien, ik weet niet of het een fruitboom is of een loofboom trouwens. Misschien, nou dit neem ik aan dat het een loofboom is. En, oh jee. Nee, ik was te laat! Alleen eentje zwemmen in het water, ja. Sorry, heb ik nog onkruid in mijn zak? Volgens mij nog precies genoeg. Volgens mij heb je er 5 nodig. Ik heb ook weer zo'n werkbank staan. Ik heb echt bij mijn huisje een werkbank staan. Nou, hier. Bij Julia Pieken en bij het museum heb ik een werkbank staan. Dat is vet handig dit. Even kijken. Medicijn. Ja, zie. Oh nee, je had 3 nodig. Niet 5. Oké, okay. Even wat doen aan dat dikke oog. Hoi Danielle. Nee, dit doe ik elke keer. Want alles is altijd, als ik dit doe, is het dragen. Als ik dit doe, is het, nou nu laten vallen, maar meestal laten zien. Het is altijd, de eerste optie is altijd iets met pakken of vasthouden. En hier is de eerste optie laten vallen. Waarom? Kijk, ik ben weer helemaal happy. Oh, nu moet ik hem kapot lopen. Zo. Nou, ik laat nog wel even mijn huisje zien. Want eigenlijk ben ik nu wel zo'n beetje klaar op mijn eiland. Ik heb fossielen gevonden en heb gekocht. Ik heb mijn geldsteen gevonden. Ik heb een klinkerboom geregeld. Nou ja, de brug, daar wordt nu aan gewerkt.
Even kijken hoe ik dit ga doen. Of ik dit helemaal zo hoekig laat of dat ik het schuin doe. Hetzelfde geldt voor deze kant. Maar dat komt morgen al. Want ik doe niet aan tijdreizen. Dus ik ga gewoon keurig wachten tot morgen. Als de brug klaar is, dan ga ik dit hele gebeuren hier bouwen. En de klingelwinkel terugplaatsen. Dus volgende keer als mensen op mijn eiland komen. En je komt hier bij het vliegveld. Nou, je hebt hier dus een bordje met surfsbalie. Maar dan komt er hier dus een bordje met winkel. En dan ga je gewoon zo. En dan ga je zo. En dan wordt dit pad nog verlengd. En dan kom je zo hier, tadaa, bij de brug en de kledingwinkel. Of de kledingwinkel, de gewone winkel. De kledingwinkel blijft in de stad. Maar ik vind het wel echt leuk worden. Oké. Nou. Hoor ik wat? Oké. Gaan we nog even naar mijn huisje. Naar binnen, niet mijn huisje slaan. Maaike zegt, ik heb ook nog steeds niet tijd gereisd. Ik weet dat ik laatst aan het twijfelen was, maar toch niet gedaan. Goed zo! Volhouden! Oh, Annette is zo druk bezig met terraformen dat ze klingelwinkel. Oké, nou, we hebben dus hier dit huisje. Zullen we dit ook nog even aanpassen? Alles weg. Alles weg. Ik ga het klaarmaken voor Valentijn. Oh, mijn zak. Mijn zakken zitten vol. Verrassend. Oké, vis weg. Want ja, mijn themakamer moet worden aangepast natuurlijk. Het is nu februari. Maand van Valentijnsdag. En we hebben natuurlijk carnaval, maar daar heb ik wel helemaal geen spullen voor. Dus... zo. De grote sneeuwvlok. Mijn nieuwe sokken. Oh, die moest op het kraampje. Ben ik vergeten neer te leggen. Meteen wel even langs de kraampjes lopen. Dat is de straatlantaarn. Die moet ik morgen weer terugplaatsen als de brug klaar is. Koraal. Ja, die heb ik zelf. Die wilde ik zelf hebben. Oké, even terug naar de kraampjes. Kun je meteen even kijken hoeveel plek ik heb om weer DIY's te verzamelen, zeg maar. Want dat blijft wel gewoon hetzelfde. Hey, jongen. Ja. Nou ja, kijk. Ik heb weer 4 plekjes voor kleding om te verzamelen. Ik heb 4 plekjes voor spullen en 4 plekjes voor DIY's. Ja, fossielen wist ik al. Die zijn allemaal leeg, dus die kan ik ook weer vullen. En ik heb hier nog 2 plekjes voor DIY's, dus dat is mooi. Maar ik heb natuurlijk iets al van kleding in mijn zak. Dus die kan ik hier proppen. En Markiki, dankjewel voor het volgen. Laatst al. Oh ja, ik moet deze ook nog vervangen. De winterjas gaat weg. De trui gaat weg. Het wordt tijd voor wat schattigs. Tijdreizen werkt verslavend. Ja, daarom doe ik het niet. Ik ben al verslaafd genoeg met Animal Crossing. Ik ga al hard genoeg vanuit mezelf met Animal Crossing. Dus ja, ik waag me niet aan de tijdreizen, want dan ga ik helemaal los. Oké, even kijken. Nou, die hartjestrui moeten we natuurlijk hebben. En wat is nog meer leuk, lief, schattig? Oeh, of de hartjesvest. Dat is ook leuk. Druivenjurk. Ja, ik denk dat ik de druivenjurk doe, want ik vind deze dus ook leuk, maar die wil ik denk ik nog wel eens aan. Dus ik denk dat ik de druivenjurk neerzet. Schattig is altijd goed. Waarom doe je dan dat is er geen pan emote erbij? Dat betekent juist dat het er niet uitziet. Oké, dan komt hier de jurk.
plaatsen. Andere kant op. Zo. En de trui. Sta ik weer te dichtbij. Deze moet trouwens een stukje naar achter. Nee, niet. Dan zo. Oké. Okay. Waarom daar? Niet daar. Zo. Naar achter. Toch nog iets winters. Nee, dat is eentje te ver. We kunnen die andere niet meer zien. Zo. Toch een winterse trui, maar met Valentijnsthema. En dan een schattig jurkje. Wat leuk zou kunnen zijn voor een wijndate bijvoorbeeld. Ja, hebben die ook weer aangepast. Nou ja, deze gaat nu weg. Sneeuwvlokjes laat ik nog heel even staan, omdat het sneeuwt nog wel en ik heb nog niks anders om daar neer te zetten. Maar dan is dit plein voor de rest klaar qua thema tot nu toe. Dan krijg ik natuurlijk morgen een aantal van die Valentijnspullen gestuurd. Ik hoop ook dat er misschien van die leuke nieuwe DIY's bij komen of zo. Mike zegt, ja dat heb ik ook, dat ik hard genoeg ga. Ik had binnen 2 weken 3 sterren eiland. Ja, ik weet niet eens meer hoe snel ik erover had gedaan, maar ik weet dat het snel was. Oké, okay, die gaat in de opslag. Is weer leuk voor in december. Die gaat in de opslag. Die gaat in de opslag. Ja, nou ja, alles weer pakken. Even de muziek weer. Is meteen zo stil. Ja, ik heb meerdere muziek. Dus kijken of we misschien iets anders gaan gebruiken. Oké, heb ik nu alles? Nee, hier nog. Heb ik nu ook alles van de muren? Volgens mij wel. Ja, ik weet dat die welkommat er nog ligt. Maar die wil ik juist houden. Oké. Mike heeft alweer zin om wijntjes te drinken met anderen. Ik zeg één keer het woord een wijndate en Mike denkt meteen ja, wijndate. En Wouterke Schipper, dankjewel voor het volgen. Welkom. Oké, we gaan even... Dit is de verkeerde knop, ik moet die hebben. Muren. Ik heb paarse stippeltjes. Ik heb paarse roze bloemenwand. Maar ik heb ook deze met de hartjes. En dat is misschien ook wel leuk. Omdat het sneeuwt nog wel. Dus het blauw past wel. En het zijn hartjes. Dan moet er een vloer bij. Weer de verkeerde knop. Oké. Okay. Deze vind ik wat lastiger. Even een paar kunnen even uitproberen. De bloemmozaïekvloer. Nee. De meermiddenvloer. Kan, maar ik twijfel. De zesbladerige bloemvloer. Ik weet niet, ik vind het ook heel erg tegel. De patchwork tegelvloer. Nee, is niet echt wat ik wil. Ik kan ook gewoon voor een parket of zo gaan. Wat is dit? Ik ga gewoon van alles proberen. Dit staat wel, alleen het is wel heel donker. Even kijken, welke hadden we nog niet gehad? Deze. Dit is al wat. Hier zit ook het goud in, wat ook in de muur zit. Dus ik denk dat ik dit misschien als placeholder doe. En anders hebben we ook nog deze. Nee, nee, ik doe die. Ik doe die. Zo. Je kan in de bouwmodus ook makkelijk je spul opruimen. Oh ja. Oeps. Noep aan het werk hier. Noep aan het werk. Oké.
Dan gaan we kijken voor weer de verkeerde knop. Waarom doe ik dit? Spulletjes. Wat is leuk? Zo'n hoekbank is misschien wel leuk. Wat is nog meer leuk? Laten we de lavalamp erbij doen. Oh, ik heb twee van die. Oké. Maar ik zie deze vind ik niet heel. Ik vind deze wel romantischer dan die. Dus ik pak die wel weer. Want die andere CD-speler staat in mijn slaapkamer en die wil ik daar eigenlijk wel houden. Laten we een mooie plant erbij stoppen. Misschien een popcornmachine, dat je zo samen popcorn kan eten. Ik weet niet. Een knuffeltje is ook wel leuk. Picnic set kan. Dit vind ik lastig. Ik heb niet echt spulletjes waarvan ik denk... Oh, dat is echt... geeft echt een Valentine vibe mee. Oh, ik heb hier nog meer muziekdingen. Een telefoon om je date te bellen. Maar dan heb ik ook wel iets nodig om het op te zetten. Misschien toch wel weer het sieradenrekje om dan een leuk kettingje of zo om te doen. Oh, die heb ik ook twee keer. De hartjesklok, tuurlijk. Die doen we erbij. En de Weird Speedrunner 1. Dankjewel voor het volgen, welkom. Even kijken, ik heb een tafeltje nodig. Ik heb alleen maar hele serieuze bureaus. Of de ijzeren... Oh ja, ik heb ook nog die, de houten salontafel. Oh, de antieke wandtafel past ook wel heel goed. Dan doen we de salontafel. Ik had dan de klok en de sieraden ding. En ik zit er ook aan te denken om de waterketel... Ja, maar het is meer een ketel, hè? Oeh, theeservies, die. Doen we dat, oké. Even kijken. Ik ga gewoon alles even plaatsen. Voor zover het spel dat accepteert. Van mij. En dan gaan we gewoon in de bouwmodus een beetje puzzelen. Oh ja, heel mooi zo achterstevoren. Hoi Menno, welkom. Ik woon alleen de Weird Speedrunner. Grappenmaker. Met er staat iemand achter je. Dat zou heel knap zijn. Oh, dat is echt leuk, die picnic set. Oh, sta ik hier. Verkeerd. Ga eens draaien. Zo. Oh, die zet hij er meteen op, dus dat is mooi. Oh, dit is... Je wil gewoon even alles neer kunnen... Ik heb mezelf ook lekker opgesloten nu. Alles neer kunnen zetten, zodat je daarna alles kan verplaatsen. Waar is die klok? Daar is die klok. Zo. Hier plaatsen. En die ook. Oh, nee, ook. En om het af te maken, weer de verkeerde knop. Weet ik. Laten we een witte roos doen. Zo. Oh, houd toch op. Stom spel. Hier plaatsen. Zo vet schattig. Oké, gaan we even aanpassen. Hoe draai ik dit nu? Hoe draai ik dit nu? Oh, plusje. Nee, niet plusje. A? Is draaien. Oh, zo. Oké. Keyboardpakker.
Nee, de tafel. De tafel. Zo. Die mag dan. Wacht, ik vind die cd-speler niet mooi om van achteren te zien, dus ik zet die wel daar. Zo. De telefoon, dat je je date kan bellen. Even kijken hoor, waar ga ik de rest laten? Die zitten we daar in de hoek. Die beer daar in de hoek. Met die plant erbij. Nee. Die plant kan wel bij de tafel daar. Of bij de bank. Het sieradenrekje mag ook hierop. Dan zal ik die eentje naar voren zetten. En dan die lavalamp erachter. Dit is wel schattig. Oh, die klok hangt nog niet goed. Naar links. Ik wil naar links. Laat me naar links gaan. Nou, oké, dan niet. Dan laat hem daar. En dan heb ik misschien nog een leuk tapijtje om erbij te leggen. Dus ik ben tegenwoordig ook bij Sahara af en toe iets aan het kopen. Even kijken hoor. Nee. Nou, binnenkort maar even weer als Sahara op mijn eiland is, die even stalken. Ik vind het wel leuk geworden. Kan je hier gezellig met je date zitten. En dan kan je hier dus thee pakken. Maar je kan ook hier een soort van picknick op de grond doen. Dus ik wil eigenlijk dus nog wel een keer een tapijt hebben. Die daar heel leuk bij past. De muziek mag aan. Even kijken. Nee. 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 Dit is wel het KK liefdeslied. Ik ga wel voor die. Het KK liefdeslied. Nou, dit is nu mijn nieuwe themakamer voor Valentijnsdag. Met nog een beetje de kou van de sneeuw erin verwerkt door niet voor een heel schattig roze of rood muurtje te gaan, maar voor de blauwe. Maar er zitten dan wel die gouden hartjes bij. En wat ik eigenlijk, ja, ik krijg natuurlijk morgen dat chocoladehart. Krijg ik. Dus dan kan ik die er nog ergens bij neerzetten. En ik krijg dat bloemenboeket. En als Sahara dan binnenkort op mijn eiland is. Dan wil ik ook even een kleedje hebben. Die dan heel leuk. Als een beetje lijkt op een picknickkleedje. Dat je die er heel mooi onder kan zetten. Maar voor de rest. Voor de rest van het huisje laat ik ook wel even zien. Ik heb. Even kijken. Hier is mijn badkamer nu. Ik heb nu ook een douche erbij. En ik heb nog steeds een bad. Hier een wc met wc-spulletjes. De badkamer is ook een beetje, een klein beetje veranderd. En dan is hier achter de keuken. Meet Pukkie, oh zo leuk. Hier heb ik de keuken. Nou, die is ook een beetje veranderd, want ik heb dus dit rekker nu bij. En ik heb dit rekker bij, waar ik de muziek ook op heb gezet. Dus we hebben een leuk voorraadkastje hier. Lichtknopjes. Vond ik zelf ook heel leuk. Dus dit is nu mijn keuken. En dan gaan we naar deze kamer. Hier is mijn slaapkamer. Daar zit inmiddels een tweepersoonsbed. Het is wel zo'n rotan bed. Ik had eerst dat bed van Luna, maar ik wilde graag tweepersoons. Ik weet niet of het bij dit bed blijft, of dat ik ooit een ander wil. Maar ja, dat is... Even kijken hoor, dat bed is dus nieuw. De rotanstoel heb ik erbij. Ik heb een kus op de grond gelegd. En ik heb ja, handtekeningen dingen aan de muur hangen. En voor de rest is die ook nog hetzelfde. En dan heb ik boven de woonkamer met eetkamer erbij. En de haard.
dat had ook wel hier gepast. Maar ja, ik verkoop, als ik tot nu toe elke keer een haard krijg, dan verkoop ik hem omdat ik al een haard hier heb. Mijke heeft een boomstam tweepersoonsbed. Die vindt ze best leuk, ja. Nou, ik heb hier dus een eettafel. Ik heb al een laptop. En heb ik een stoel bij gezet. Nou, een haartje met een soort van visbolachtig iets. En boekjes erop. En die klok is misschien heel oudbollig. Maar mijn opa en oma hadden zo'n soort klok. Vroeger alleen nog iets langer. En die heeft mijn moeder nu. Dus ik vond het wel heel tof dat er zo'n soort klok in het spel zit. Want die heeft een beetje sentimentele waarde voor me. Nou, dan hebben we hier nog een tafeltje met een puzzel. Hier een bankje waar je kan zitten. Een kattenkrabpaal. Tafeltje met een kaarsje en een boekje. En dan hebben we daar een televisie. Het is wel een hele kleine televisie, dus ik wil ooit een keer een wat grotere. En ik heb een switch hier neergezet. Want heel vaak als ik dus niet stream, dan koppel ik hem aan mijn televisie en dan speel ik vanaf de tv. Maar dit is mijn woonkamer nu. Oh ja, en dit vond ik ook heel cool. Dit is een soort van... hoe heet het? Zo'n intercom ding. En omdat ik natuurlijk nu boven woon en dus niet beneden dat je heel dicht bij de voordeur bent, vond ik dat wel heel geinig om hier in de woonkamer te plaatsen. Dus als iemand aanbelt, dat je dan hier in principe diegene zou kunnen binnenlaten. Vond ik heel tof. En dan hebben we beneden mijn knollenkelder. Nou, het is eigenlijk niks bijzonders. Ik wil daar ooit wel een keer wat mee doen als ik niet meer elke keer meedoe met de knollen. Maar nu heb ik nog echt knollen nodig, zeg maar, om veel mee te verdienen. Maar je komt natuurlijk ooit op een punt dat je niet echt meer elke week knollen hoeft te kopen. Dat je heel veel op je rekening hebt staan. Dus ja, ik heb expres... Ik had eerst de muren alsof je onder de grond zat, van die uitgegraven muren. En nu heb ik een beetje versleten muren met een tegelvloer. Maar dit zijn mijn knollen deze week. Voor 98 klingels gekocht. Dus ik hoop ze voor wat meer te kunnen verkopen. En Mike zegt, wat een gaaf behang. Ja, ik vond het echt iets passen voor zo'n net in elkaar gezette kelder. Ik had dus eerst echt van die zandmuur, alsof het uitgegraven was. En nu heb ik er dit van gemaakt. En ja, voor nu blijft het gewoon even zo. En op een gegeven moment wil ik er ooit een themakamer van gaan maken. En dan komt er natuurlijk wel ander behang en zo. Maar dat is mijn huisje nu. Dus ja, we zijn lekker bezig geweest. Ik ben op mijn eiland bezig geweest. Ik ben in mijn huisje bezig geweest. Kijk dan hier lekker romantisch zitten op de bank. Prima voor de knollen, ja. Maar tot zover deze stream. Ik vond het ook echt leuk dat er mensen op mijn eiland zijn geweest. En dat ik nu mijn blauw-witte vuurtoren heb, daar ben ik heel blij mee. Dus dankjewel daarvoor, Marlena. Iedereen ook bedankt voor de subjes die vandaag verlengd zijn. En natuurlijk een speciale dank aan Saar voor echt een hele grote raid. Ik kreeg gewoon een raid van 128 kijkers erbij. Dus dankjewel daarvoor. Dus nog even een shout-out naar Saar. Sharon zegt, ik vond het ook heel gezellig vandaag. Ja, ik vond het wel fijn om te streamen. Ik wilde eigenlijk van het weekend, maar toen had ik dus last van mijn arm. Maar dan ben ik er vandaag. En het was meteen... Eigenlijk kwam het heel goed uit. Want al die nieuwe februari spulletjes, die nieuwe kleding. Ik heb een nieuw kraampje. Ik heb nieuwe emoties erbij. Dus daardoor maakte de stream vandaag eigenlijk leuker dan als ik gisteren live was geweest. Dank jullie wel voor het kijken. En tot een volgende keer. En join mijn Discord, want mocht je nog een keertje op mijn eiland willen komen, om de zoveel tijd zet ik hem open voor Discord-leden en dan komt het gewoon in Café Puls te staan. Dus tot daar en tot de volgende keer. Doeg!